NAKPRAAT wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda nu is NAKPRAAT. Ja, goedenavond. We zijn nu aan het opnemen niet op Oudejaarsavond. Nee. We zenden wel uit op Oudejaarsavond, presenteren we hem wel. We houden jullie een beetje voor de gek. Ja, we houden jullie een beetje voor het, in het ootje. Ja. Want we staan nu gewoon in het stadion van NAC. Ik ben benieuwd wie hierin trapt. Ja, inderdaad. Het is dus net echt. Het is nou, als we dit uitzenden is het 8 uur 's avonds, maar het is gewoon nog licht, hè? Het is nog licht. Ja. Er zit dan een zuidelijke hal voor ons aan het uitzenden. We zijn op trainingskamp. We zitten in Zundert. We zitten in Zundert. Nee, we zitten hier op de vertrouwde stoeltjes van het Radverlegstadion. Toevallig ook ons vak. Ja, vak ja. G. Marcel, we zitten volgens mij bij jou het dichtst bij jouw stoeltjes. Ja, ja. Goed souvenir. Jij ziet er altijd een beetje 10 rijen boven, zeg maar, op deze trap. Ja, de laatste keer zat ik wel een paar keer in deze contraille. Ja, Jury, wij staan voor de camera, kan zien dat wij een beetje op deze rij 3 ongeveer zitten, maar dan op de GG. Het gedeelte. Wat mis ik mijn plekje, hè? Ja. Ja, het is wel vertrouwd. Maar het is wel goed om terug te zijn. Ja. Ja. Het is wel net zo koud als dat ik gedacht had, inderdaad, in de winter in de NAC. Ja, we doen het wel. En er gelukkig... ligt een bak erbij. We staan gelukkig dat mag niet zeggen. Niet in de regen. In de regen. Nee. Ja, we hadden gehoopt dat we een van de brassen nog zouden zien hier op. Die zijn gevlucht, denk ik. Zodra ze Marcel aanzagen, komen ze heel snel in het busje gestapt. Lampen staan er aan, maar. Ja. En even, kan ik. Nee. Nee, dat kan niet zeggen. Nee, ik kan zeggen, laat even het roze gril zien. Oh, dat kunnen we. Ja, die kunnen we, als, ja, die kunnen we zo meteen. Die kunnen we wel erin Doe plakken. Doe het straks wel even. Die kunnen we zo meteen. Dat zijn de lampen voor het gras waar we het vorige week over hadden. Ja. Die testopstelling. Je zou denken dat het een tippelzone is, maar dat is helemaal niet. Het is ook een soort tippelstraat, hè? Ja. De dependance van de Venise lijkt het meer. Nou, gelukkig hebben we ook de humor van de tribune weer eventjes overgenomen. Ja. Nee, het is wel weer vertrouwd om hier te zijn, want het is wel eventjes weer afkicken. Hè. Dit is wel weer een vreemde gewaarwording. Al sinds oktober, eind september is het stadion leeg, feitelijk. Ja. En, ja, waar we bang voor zijn is dat we straks een beetje verleerd zijn hoe het voelt en hoe het ook weer moet. Moet je juichen? Ja, dat wist ik van tevoren ook al niet. Ook al met het publiek was ik een paar keer vergeten hoe ik moest juichen. Maar ik denk dat wij er in ieder geval vrij snel weer in rollen. Als ik hier zo zit, beach erbij. Ja, dit voelt weer als vertrouwd. Dan zeg maar. Denk ik niet dat wij daar heel lang in hoeven te komen. Nee, maar we zijn ook een beetje van die oude rotten natuurlijk. Hè? Ja. Bij ons zit het er al zo ingebakken. Ja. Wij weten, dat sleur je er niet zomaar uit. Maar volgens mij de jongere generatie. De taal van de tribune komt weer bovenborrelen. Dat wel. Maar dat is wel extra taak voor ons om dat weer extra te tentoonspreiden, denk ik. Ja. Maar dan wil ik zeggen, de jongere generatie. Die gaat steeds meer gewennen, denk ik, aan. Ja, althans, die voelen zich. Het gevaar schuilt erin dat ze zich meer comfortabel gaan voelen in de huidige situatie. Dat ze het voetbal ook thuis kunnen kijken. Op de bank naar de tv kijken. Andere hobby's hebben ontdekt. Ja. Vriendinnen bijvoorbeeld. Ja, hè? Ook. Die gaan nooit samen met NAC, hè? Dat kan je niet. Nee, dat is altijd zo'n breker. Hè? Maar wat natuurlijk wel is, hè, dat mensen nu gewend zijn om voor de tv te zitten. Hè? Misschien bij papa en mama thuis of bij de vrouw thuis. Bak ze notjes erbij. En die komen dan misschien weer of voor het eerst in het stadion, omdat ze er nooit geweest zijn. Of eindelijk na 2-3 jaar weer een keer terug in het stadion. Ja, dat die weer zo verliefd worden, net zoals wij dat ooit zijn geworden, op NAC, dat het misschien juist weer doorslaat in nieuwe fanatieke supporters. Ja, dat zou ook nog zomaar kunnen. Hè? Dus ja, er is eigenlijk nog geen pijl op te trekken. Het kan twee kanten op. Ja. Of je verliest een heleboel supporters, of je wint er heel veel. We hebben het er veel met Gijs ook over gehad. Gijs Kluft, de SLO, de supporterscoördinator. En die deelt onze angst ook een beetje. Maar we zijn ook niet met de andere clubs te vergelijken. Hè? We hebben een heel andere demografie van hoe de supporters aanhang in elkaar zit. En waar, ik wil niet zeggen, cultuursbesef zeg maar, zit hoofdzakelijk zeg maar, bij de wel oudere generatie. Maar misschien bij andere clubs zit het huidige fancultuur meer ingebakken in de jeugd. Zeg maar. Bij NAC is dat juist heel gemixt. Zit er bijvoorbeeld bij de Front en andere aanjagers, groep in het stadion, zit er heel veel. Die weten nog heel goed van. Hoe het was, hoe het moet en hoe ze het willen. Mm-hmm. En bij andere clubs is dat een heel klein bepaald segment van de club. Het meer ingebakken. Ja, dat is zeker waar. Wat ik in ieder geval begreep, hè, want dat was op Radio 1 volgens mij, dat er pas vanaf Q3 2021 zo ongeveer, dat ze verwachten dat het vaccin volledig is uitgerold. Dus dat er dan pas weer
tot het normale leven weer een beetje op gang kan gaan komen. Dus dat betekent dat ik nog bijna een jaar nog zonder publiek zit. Ja. Dus ergens in het nieuwe seizoen? Ja. Ver in het nieuwe seizoen? Ja, halverwege het nieuwe seizoen zo ongeveer zullen we pas weer naar binnen mogen. Ja, tenminste, met grote getallen. Hè. Ja. Ik ga ervan uit dat ze al wel eerder wat mondjesmaat weer mensen toelaten. Hè, en het gevaar daarvan is dat de mensen die dan binnengelaten worden, kijk, wij vinden dat fijn, want we zijn allemaal 1912. Ja, dus wij komen dan sowieso wel binnen, maar ja, de angst vooral met nieuwe aanwas, die hebben natuurlijk nog geen 1912. Ja, dus die zullen waarschijnlijk echt pas weer in Q3 2021 pas weer het stadion in komen. En probeer zo lang die aandacht maar vol te houden, hè? Ja. Van NAC, vanuit NAC. Kijk, anderzijds, hè, in de komende jaren worden er weer heel veel jongetjes, 12, 13, 14, die dan weer voor het eerst naar NAC toe kunnen. Die niet kennen en die moet dan aan de hand genomen worden door jongens van Front bijvoorbeeld. Hè, of de loco's om weer bepaalde dingen te gaan doen. Ik ben er eerlijk gezegd niet zo heel erg bang voor dat we hier zo meteen in een half leeg stadion. En misschien de eerste 3 wedstrijden, 4 wedstrijden. Ik ga ervan uit dat als de flow er helemaal komt en mensen zien dat het weer kan. Mensen zijn weer veilig, dat het vanzelf weer vol zit. Maar als dat stadion half leeg is, met fanatieke supporters, vind ik het niet zo erg. Hoor. Nee, joh. Nee. Nee, dat hebben we vaak gezien. Hè? Ook, ja. Ook met die wedstrijden die we al hier zaten. Hè? Ja, 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 ja. Dat er gewoon met 3000, 4000 man zat. Ja, maar je kent ze bijna allemaal en ze zijn bloedfanatiek. Ja, ze zijn de bloedfanatieken die heel graag er zitten. Ja, 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 hè? Ja, ja, ja. En die eigenlijk alles voor opzij zetten om er gewoon bij te kunnen zijn. Onder welke omstandigheden dan ook. En dan zie je gewoon dat ze... Nou ja, in de interviews hoor je dat ook. Hè? Van jongens, wat het verschil tussen zonder en met supporters. Dan zeggen ze allemaal in koor van, nou, alle spelers zeggen, ja, met 3000 lijkt het net zoals ze met 10.000 man gelijk maken. Ja. En zeker in vergelijking met volle andere stadions lijken ze hier met 3000 mensen veel gelijk te maken. Ja. Nou, het is helemaal net wat je doel is. Hè. Kijk, is je doel een vol stadion of is je doel een sfeervol stadion? En ik denk dat twee compleet verschillende dingen zijn. En een van de leukste wedstrijden die ik me van de afgelopen jaren kan herinneren was die hele rare bekerwedstrijd van Amsterdam tegen Telstar. Maandagavond of zo, toen zaten we met 6000 man op de tribune. Ja, dat was een van de mooiste wedstrijden die ik ooit, qua sfeer, die ik ooit gezien heb. Er kwam een orkaan van geluid van de tribunes af die je met 20.000 man niet haalt. Ja. Dus het is maar net wat je wilt. Ja. Ja, wat ik zeg, ik ben er. Je zult misschien in het eerste seizoen een hele hoop seizoenkaarthouders verliezen, dus dat zal financieel gezien echt wel een domper zijn. Een aantal laten zijn. Alleen, ik ga er wel vanuit dat het vrij snel zichzelf weer corrigeert. Ja. Als we eens terugpakken naar afgelopen zomer, het sportieve gedeelte. Toen we nog dachten van nou, we gaan richting weer een vol huis en noem maar op en we gaan het seizoen normaal beginnen. We hebben spelers gehaald, zijn we spelers vertrokken. Wat spelers vertrokken? Je hebt het lijstje gezien, ja, hè? Ik heb wat uitgeprint voor je. Even kijken hoor, zal ik ze eens opnoemen? Ja, doe eens. Van Hekken, Verschuren, Kusters, Van Amel, Snapvangers, Stokkers, Lee, Van der Gaag, Bowie, Nimczyski, Koedenbana, Klomp, Ilic, Boussaïd. Nou ja, Tom Heijen is gekomen, maar die was natuurlijk einde huur en is later overgenomen. Exact. Weer. Koedenbana, geweldig. Koedenbana, ja. Die zit nog steeds onder de club, denk ik, hè? Ja, maar die wil die jongen hebben. Maar die heeft dan een jaartje NAC heel zijn studie kunnen afbetalen. Ja, natuurlijk. Ja, ja, god gelijk. Geef hem eens gelijk. Ja, hey, luister. Dat was misschien dan niet van afgelopen jaar, maar dat is wel tekenend voor de opportunisme bij NAC, hè? Ja. Iedereen zag dat die jongen niet kon voetballen. Nee, maar toch stonden we er allemaal achter van, ja, die moeten toch halen. Al kost het een tonnetje. Ja. Ach, joh. Ralfsantjes of Koedenbanen. Maalense Boos uitscoorde die 2 keer, geloof ik. En toen was iedereen overtuigd. Ja, inderdaad. Tegen Maalense Boos, vierklasser, derdeklasser. Op het kijken gezien toen nog tegen, voor mij was het ook nog een Belgische club. Mocht je ook de penalty nemen? En toen mocht hij inderdaad, toen scoorde hij. Nou, het dak ging eraf bij iedereen. Ja. En ook ik had zoiets van, joh, geef die jongen een contract. Want het zou zomaar kunnen dat zo'n mafketel er in één keer toch een paar inschiet, hè? Ja, dat bleek dan achteraf niet. We dachten dat de nieuwe Sadiq Oumar zou zijn. Ja, ja. Elk jaar smachten we een beetje naar zo'n aanstichter, hè, die een beetje het waakvarmetje kan doen laten opwellen, zeg maar, in het stadion. Ja. Een beetje een Lee, een Koedimbana, zeg maar. Dat soort jongens die zo onvoorspelbaar zijn met van die stelten en noem maar op, onvoorspelbare, onconventionele acties. Niet. Dat was hij niet, hoor. Maar dat bleek hij toch helemaal niet te zijn. Nee. Hij raakt echt geen pepernoot. Ik denk wel dat mensen die zeggen dan bijvoorbeeld Stokkers komen, weet je wel, en die kost dan, die was een stuk duurder. En die moet. En dan heeft een NAC-supporter toch automatisch de neiging om sympathie te krijgen voor de Dark Horse. Het zou toch mooi zijn als zo'n jongen die eigenlijk overal geflopt is, het bij ons dan wel goed gaat doen. En die verhalen hebben we natuurlijk allemaal wel gezien, hè, van spelers die de andere clubs helemaal niet voor elkaar kregen en toch in één keer bij NAC gingen floreren. Maar andersom ook. Ja. Stokkers dus werd binnengehaald als een held, hè, want die werd gepresenteerd in een café volgens mij. En dat zou dé man worden. Ja. Dat werd hem dus niet. Nou ja, hij schiet ze er nou aan de lopende band in.
Maar dat is RKC bij, heeft hier goede dagen. Dat is bij heel veel spelers. Hij is spelers die bij NAC hebben gezeten en die alles gaan voetballen. Kijk naar Robert Muren, die scoren er eigenlijk helemaal suf. Ja. Hij schoot de laatste eentje in, jongen. Vanaf de middenlijn schoot hij hem vol in de kruising. En dan denk je, bij ons kon hij niet eens naar de eigen kleur spelen. Maar daar krijgt hij toch iets beter voor elkaar. Hey, nog zo'n opvallende speler inderdaad, als we het over dat soort jongens hebben. Craig Lee, die vertrok op een gegeven moment. Ja. Met een hoop rare bombarie. Van, hij was allemaal half afgekeurd zo'n beetje. Ja. Hoe dat is gegaan, dat is volgens mij, denk ik. Maar ik kan het niet hard maken, dat is volgens mij niet netjes gegaan. Nee, dat is heel vreemd. En ik had eigenlijk altijd, dat vond ik eigenlijk heel jammer. Ook voor ons, voor de speler Craig Lee, voor zijn naam. Die toch eigenlijk altijd een goede naam achterliet, zeg maar. Ja. Daar bleef toch altijd iets aan kleven, want volgens mij is Greg Lee daar zelf ook niet echt onbestraft. Nee, ik ben zeg er wel maar van overtuigd dat wij dit seizoen Greg Lee heel hard kunnen gebruiken. Ja. Hadden kunnen gebruiken. Ja. Matthijs Manders was natuurlijk bij ons in de uitzending een paar weken geleden. En ik ben ook vrij hard van leer getrokken toen dit hele zaakje speelde met Greg Lee. Dus Manders die na de uitzending kwam die even naar mij toe van joh, ik wil er toch even met jou over praten. Want dingen zijn toen net iets anders gegaan dan dat jij hebt verteld of dan dat jij denkt dat het is gegaan. En hij heeft me de situatie uitgelegd. Ik ben het er nog steeds niet mee eens, dat heb ik hem ook verteld. Hè? Want ik vind nog steeds dat een speler die een dag na vertrek, terwijl hij hier zogenaamd niet kan voetballen, een dag na vertrek bij Aberdeen onder een contract komt, ja, dan ben je gewoon genaaid. Alleen zij blijven erbij. We hebben een afweging gemaakt voor de kosten die wij maken aan Greg Lee. Het feit dat hij met enorm veel heimwee hier zat en daardoor eigenlijk ook niet meer uit de verf kwam als voetballer. Hebben we uiteindelijk gezegd, wij ontbinden het contract. Hij heeft inderdaad geld meegekregen. Hoeveel dat is, daar willen ze niet over uitweiden. Vind ik ook prima. Maar het is niet dat hij zijn volledige salaris heeft meegekregen. Ze hebben er eigenlijk van beide kanten hebben ze gewoon een klap op gegeven. Maar wat hadden wij erbij gedaan? Ja, precies. Maar eigenlijk komt er wel nog steeds op neer dat wij wel ongeveer een beetje de helft van het salaris wat Aberdeen aan hem moet betalen, zeg maar. Ja. En ik blijf erbij, als je kwaliteit wil hebben, want ik denk in de eerste visie dat Greg Lee wel de kwaliteit had. Kwaliteit kost geld. Ja. Nou, zeker. Kijk, en ik denk wel dat als je het geld investeert, moet je die investeren in een speler die ook daadwerkelijk wil spelen voor NAC. Maar nogmaals, ik ben nog steeds niet over eens hoe dat is gegaan met Greg Lee. Want ik vind dat ze die jongen als contract hadden moeten houden en anders zelfs zo'n contract hadden moeten laten ontbinden. Als jij dan zo graag naar Schotland wil, be my guest, maar dan gaan wij er niet voor je betalen. Dan koop je zelf je contract maar af of we verscheuren je contract en dan krijg je niks mee. Het is letterlijk een dag nadat het ontbonden was, et cetera. Ja, stond hij daar voor de deur. Stond hij daar al in de trainingsschool. Ja, en zijn blessure was in één keer weg. Ja, het was in één keer in de rook opgegaan. Dus en wij zijn natuurlijk nog een keer naar Aberdeen toe gegaan om een hart onder de riem te steken. Dus ja, ik moet zeggen, ik had dit ook. Wij kennen de speler Greg Lee helemaal niet. Hè, want het is een jongen die hier een paar keer langs de zijlijn heeft gedarteld. En eigenlijk ook omdat hij er gekloopt van kon aan het begin, toch de sympathie van ons allen kreeg. Ik moet zeggen dat dit, hoe dit is gegaan, dat is niet chic. Het is, en vooral als je nu ook ziet dat hij een international is voor Jamaica. Eigenlijk gewoon voor mij is hij een maand opgeroepen nadat hij bij NAC is vertrokken. Ja, vind ik wel heel raar hoe dat is gegaan. Typisch wel. Maar ik had hem hier graag aan de zijlijn zien dragen. Ja, tot extra kunnen brengen. Voorzet geven in een zitting. Iets wat in het begin vrij zouteloos uitzag. Dan had hij toch wel extra pit kunnen brengen. Ja, hoewel, als we het toch over de opening van het seizoen hebben, dat zag er behoorlijk uit. Hè? We gingen voortvarend uit startblokken. Ja. Het was, als je het voetbal zag, was het niet goed, hè? Was het niet goed. Nee. De resultaten waren goed. Ja. Hè? Ze wonnen iedere keer. Maar het voetbal zelf zag er gewoon niet uit. Als je die eerste wedstrijd kijkt tegen AZ, die win je met 6-1 en zeg je van nou, fantastisch voetballen dit dat. Maar je werd positioneel weer door AZ af en toe gewoon aan de kant getikt. Ja, dat was van het veld geweest. Was echt te zien. We hadden dan 3-0 achter kunnen staan. Ah, je had echt ook het geluk met het programma. Hè? Ja, als je puur kijkt naar de eerste wedstrijd, Jong AZ, Helmond Sport, SC Den Bosch, Jong Utrecht, Jong PSV en Jong Ajax. Ja. Kijk, als je daar geen punten pakt, dan is je seizoen al meteen verloren. Ik moet zeggen dat inderdaad, als je nu de uitslagen ziet staan, dan denk je, we zijn echt heel goed begonnen. Maar als je dan inderdaad weer terugdenkt naar bijvoorbeeld naar die wedstrijd tegen Helmond Sport. Helmond, die was ook dramatisch. Slecht, joh. Man. Het ging helemaal nee. Dan waren wij gelukkig bij, hè? Dat kunnen we nu wel zeggen, hè? Gelukkig mogen we dat ongestraft zeggen. Ik ga nog niet vertellen onder welke naam dat ik daar zat. Nee, dat moet ik niet. Ik fingeer de naam, want die wil ik nog wel een keertje gebruiken. Ik zie mijn stoel bij Helmond Sport iedere keer nog in beeld. Ja? Ik daar in het hoekje, hè? Ik ook. Ja, ik ken die van mij ook uit mijn hoofd. En jong Ajax was dat die wedstrijd, hè? Toen die was goed. Toen speelde hij eigenlijk ook alle smaakmakers van jonge Ajax, die Brobbie en zo, die ook in de Champions League zat. Ja, die hadden ze goed in de thuis. Tactisch was dat een hele goede wedstrijd. Ja. En toen dachten we zijn er klaar voor. Ja,
hè, voor het moeilijke programma. Maar ja, toen stortte alles als een kaart thuis in elkaar. Hè? Ja. Ja, als je, toen kwam de corona erin, maar ja, we waren inderdaad wel, hè, we hadden 18 punten inderdaad. Dat was een van de beste seizoenstarten ooit. Ja. Maar het verschil met vorig jaar, als je het bekijkt, tegen Jong, AZ en zo en dat soort clubjes, de belofte elftallen en de wat mindere goden uit de competitie. Daar zouden we vorig jaar, als je dit lijstje vorig jaar had, dan zouden we nog niet eens de helft van het aantal punten hebben gehaald. Dat was wel een verschil. Ja, precies. En dat is wel kenmerkend voor het verschil met de echte topclubs uit de eerste divisie. Dat klopt. Ja. Die... Maar vorig jaar wonnen we wel de eerste periode. Ja. Ja. Inderdaad. Daar waren we dit jaar natuurlijk ook echt heel hard naar op weg. Hè? Dat, kijk, en je meet wel vooral die eerste twee wedstrijden nadat corona erin kwam. Hè? Dus dan kreeg je Cambuur, Almere. Ja, dat is natuurlijk echt wel timing technisch gezien. Het was zoveel ongeluk. Precies de verkeerde wedstrijd op het verkeerde moment. Ja. Dus ja. En dan sluit die corona je selectie in. Wat ik dan wel weer grappig vind, hè, is dat iedereen, en nog steeds, hè, ik vind Sidney, die maakt heel veel hele goede doelpunten, maar voor mij heeft hij zijn leeuwendeel van zijn doelpunten gescoord in die eerste 6 wedstrijden. Ja. Dus enerzijds wordt er altijd gezegd, ja, maar die wedstrijden moet je eigenlijk niet meetellen, want dat was tegen makkelijke tegenstanders. Anderzijds geeft Sidney een topcontract, want die maakt tenminste 9 goals. Ja, ja, merendeel daarvan lagen wel in die wedstrijden, als ik mij niet vergis. Ja. Dus dat is natuurlijk, hè, dan een beetje hinkend op twee gedachten. Ja. Hey, maar corona knalde er toen in, hè? Ja. Net voor onze, ja, net dat we behoorlijk de schoen erin kregen. Dat was een fikse tegenvaller. Ja, en je zag vond ik wel dat de jeugd toch niet zo goed was als wij dachten. Of die kregen heel veel verantwoordelijkheden. Dat kan ook, die kregen wel heel veel verantwoordelijkheden, maar die pakten ze niet zo goed op. Ja. Nee. Ja, ze deden wel hun best. We hebben tegen NEC gezien, die hadden ook last. Ja. Maar die kon er een hele linie uithalen. En die hele linie die had al, ja, zeg maar, een jong NEC al een half seizoen met elkaar meegedraaid. Die kennen elkaar al. Ja. Ja. En nou was het op de beslissende, bij NAC was het op de beslissende posities dat er wat jongens uitlagen. En ook de beslissende karakters die niet meeneden. Ja. We hebben natuurlijk een Immers gehad, een Malone. En voornamelijk een Immers heeft al een behoorlijke knauw gekregen. Ja, zeker. Maar zeker in de eerste 6 wedstrijden behoorlijk wat... Wat opgehangen werd. Ja. Maar het ophemelen van NAC door van de jeugd, dat vond ik even niet echt. Ja, nou ja, kijk, je zag dat vooral ook met die bekerwedstrijd tegen Go Ahead, hè, toen er heel veel jeugdspelers in stonden. Vriend Kali. Ja, ik weet je, dus, en vooral tegen een club als Go Ahead, die echt vechtvoetbal spelen, hè, die continu druk zetten. Dat zijn fysiek echt sterke gasten die daar ook bij staan. Nou, dan gooi je daar jongetjes bij, hè, bij wijze van 17, 18, 19 jaar, die gewend zijn om tegen jongteams te voetballen, waar heel veel gekeken wordt op voetbaltechnisch inzicht. He, mooie paasjes geven, zorgen dat je het veld breed houdt. Nee. Ja, dat is geen vechtvoetbal. Ja, dat is een beetje hetzelfde als dat je een ballerina een kooigevecht laat uitvoeren. Weet je wel? Dan krijg je gewoon zo'n harde klappen. En dat meet je toen ook al. He. Dus kwam gewoon overal tekort. En er zijn er een aantal die wij wel wat hoger aangeschreven hadden staan. Die wat mij betreft inderdaad wel door de mand vinden. Ja, ik mis vooral het echte overleven. Dat mis ik. Ja. Dus inderdaad, allemaal mooi voetballen, dat is allemaal leuk. Maar dat is in de eerste divisie niet van toepassing. Nee. Nee, ja, je mist gewoon in het elftal. Dat ik net zoals Immers is echt een knokker. Ja. En zodra dat soort jongens wegvallen, ja, dan mis je dat soort personalities wel in je team. Ik kreeg scheren net zoals bij Cambuur. Vielen ook een deel van de selectie weg, maar die kunnen dan nog korter in het veld brengen. Kijk, korter komt natuurlijk voetbaltechnisch gezien, vonden we allemaal tekort voor NAC. Maar het is wel een jongen die... Wel een buiten. Ja, het is wel iemand die de gas opgooit en die ze nu dan eventjes zijn voet laat staan op het moment dat het eigenlijk niet mag. En daardoor wel een bepaalde sfeer in de wedstrijd creëert. En dat zijn wel types die heb je niet meer op de bank zitten bij NAC. Nee. Je moet het doen met jongens als Kali die, nou, volgens mij aan het begin van het seizoen wederom zei dat hij het ging proberen. Maar tot nu toe 1 helft heeft gevoetbald en voor de rest wel lekker zijn zakken loopt te vullen hier. Ja, Kali, dat is wel, die hadden we totaal niet meer verwacht. Maar nou moest het, hè? Nou moest hij op een gegeven moment. Noodgedwongen, hè? Noodgedwongen. Ja. Hij had wel de intentie om er iets van te maken, maar hij ging er iets enthousiast in, zeg maar. Kwam er ongelukkig niets van te maken, wat ik net zei. Bijna alle jeugdspelers die missen de pit om echt te willen winnen. Ja. En dat zag ik bij Kali ook. Ja. Ja. Kali doet me altijd. Het is,
te veel plichtmatig. Ja, maar Kali doet me altijd een beetje denken aan een scholier die voor het eerst sinds de zomervakantie weer naar school komt en eindelijk wel de motivatie heeft om dit jaar wel eens een keer zijn huiswerk te maken en zijn agenda goed bij te houden. En dan zie je dan eigenlijk na een week zie je dat alweer versloffen en dat iemand dan uiteindelijk toch weer met de kantje vanaf loopt. Ik vind met Kali precies hetzelfde. Die komt altijd aan het begin van het seizoen met hele grote praatjes dat dit allemaal wel weer anders gaat doen en dat hij zich nu echt vandaag wil gaan inzetten. Ja, sorry, maar ik heb het nog niet gezien, laat het zo zeggen. Nee, hij heeft voor mij twee helften mee, of één keer in de basis, één keer is hij ingevallen. Dan is hij weer ziek geworden. En sindsdien is hij weer geblesseerd of ziek, zwak, misselijk. Ja, ik weet niet wat het is, maar als je dan contracten aan het ontbinden bent, hè, net zoals zo'n Bowie en Lee flikker, die Kali dan alsjeblieft ook bij het grofvel. Nou, Kali zal het niet vrijwillig doen, denk ik. Nee, maar ja, ontbindt dan zijn contract, maakt zijn carrière dan ook kapot. Weet je, want die komt er toch niks meer aan. Wat zou de reden zijn dat Kali dan dat contract nog niet ontbonden is? Er zal toch wel iets. Blijkbaar ziet Stijn er toch alleen in zitten, denk ik. Of financieel te nadelig om dat af te kopen. Ja, maar je hebt er ook geen fluit aan. Nee. Nee, dat is ook een... Je hebt er nu helemaal niks aan. Ik kan me ook niet voorstellen dat als iemand die zo'n bak met centen. Dat dat een goede voor de groep is. Geloof nee, ik ook niet, nee, precies. Nee, kijk, als je dan jongens hebt die wel week in week uit moeten trainen, spelen. En ondanks dat misschien maar de helft verdienen van wat Kali verdient. Die met zijn kopje cappuccino op zijn scootertje een keer de stad in rijdt om eens een keer een balletje aan te trappen. Ja, dan kan ik me niet voorstellen dat dat goed is voor de groep. Daarnaast vind ik het ook een niet-zeggend mannetje op het moment dat jij zo weer met je werkgever om en met je club omgaat. Die jongen die moet zijn ogen uit zijn kop schamen en die moet heel snel vertrekken uit Breda. Ja. De pit, de scherpte, de wil om te winnen, die zien we niet. Nee. Dat is erg jammer. Maar dat is ook moeilijk over te brengen. We hebben Gegenpressing podcast van de week even gehoord. Hè? En daar zat Moreno Rutte. En die gaf wel even een interessant inkijkje in hoe het nou in de spelersgroep aan toe gaat. Of wat er eigenlijk niet aan toe gaat. Want je wil daar teambuilding zien. Hè? Dat ze elkaar door het vuur gaan. Groepsgevoel. Groepsgevoel wordt daar gebouwd. Maar ze komen elkaar amper tegen. Ja. Ze komen allemaal heel individueel op het veld af. Er gebeurt niks meer in de voetbalkantine, in de kleedkamer. Want de kleedkamer is feitelijk niet meer. Nee. En de ploeg is in tweeën gedeeld. Ze zien elkaar feitelijk al op het moment dat ze het veld oplopen en het fluitsignaal voor de wedstrijd begint. Ja, dat is eigenlijk wel heel jammer. Hoe doen ze dat bij, want daar zouden we eens een keer achteraan moeten gaan. Hoe doen ze dit nou bij andere clubs? Want ik heb het idee dat inderdaad die splitsing van de selectie bij NAC, dat het een veel groter effect heeft op de spelers dan bij andere clubs. Trainen andere clubs dan wel gezamenlijk? Maar net zoals hier, hè, dat hoorde ik inderdaad ook. Hè, dat sommige spelers die dan in Breda wonen, die douchen dan niet meer op de club. Die gaan meteen in de auto, die gaan naar huis. Mensen die... He, zoals hij dan, hij woont in Den Bosch, dus dat is ver weg. Vond ik dat wel weer mooi, ver weg, Den Bosch. Maar prima, die mag dan wel douchen, maar er zijn er maar mannen of 6-7 die dat dan mogen. Ja, en ook die groep is weer opgesplitst, hè? Ja, maar je zou toch bepaalde activiteiten met de hele selectie kunnen verzinnen, waarbij je op anderhalve meter... Nou ja, voor mij betreft. Laserschieten. Ja, laserschieten. Al organiseer je een online PlayStation toernooi, maar laat die jongens een keer samen weer iets doen. Ja. Weet je wel? Je kan niet op dit veld in schoot zat. Een ouderwetse rikkenavond. Doe iets, maar ja, op deze manier is dat toch ook niet. Ik kan me voorstellen, als je iemand alleen maar met wedstrijden daar ziet. Ja, er wordt geen potje kaarten meer neergelegd. Nee, letterlijk. Nee. Ja, misschien in de bus naar uitwedstrijden, weet ik niet. Ja, misschien dus dat vind ik dus het raar. Hè? Ze mogen dus niet met elkaar trainen, maar ze mogen wel met z'n allen in dezelfde bus. Ja, dan hebben ze al eventjes in een eigen bubbeltje gezeten van een dag of zo, denk ik. Ik denk dat ze het dan wel verantwoord vinden. Ja, maar ze trainen maar 4 keer per week, toch? Ja. Nou, zorg dan dat je dan 2 keer van tevoren een dag een bubbel hebt en je snel laat testen. En gaan dan 2 keer gezamenlijk trainen. En 2 keer... Ja, ik weet het niet. Ik ben natuurlijk ook geen viroloog. Hè? Maar ik vind het vrij krom. Ja, en... Volgens mij kun je toch wel een wedstrijdbespreking houden met iedereen op 1,5 meter. Dat lijkt mij wel, ja. De wedstrijdbespreking, ja. Dat zijn Moreno, dat vond ik ook een hele belangrijke. Ja. Die wordt ook in 2 gedaan. Ja. Dus je hebt niet de feedback van het andere deel van de groep. Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed. Vind ik ook en dat vertaalt zich misschien wel naar het veld, hè? Ja. Dat denk ik wel, ja. Ja, dat moet wel. Want ze lopen er af en toe bij, alsof ze elkaar voor het eerst ontmoeten. Nou ja, dat is dus blijkbaar zo. Dat lijkt zo. Het gaat heel veel in communicatie en afwachting. Zo kan je dus nooit aan automatisme beginnen, want dat wordt dan alleen maar in het veld scherp gezet. Ja. Toch? Ja. Nou, ik ben er wel eens benieuwd naar. Wij kennen natuurlijk ook nog wel redelijk wat fanatieke jongens van andere clubs. Misschien is dat wel leuk om daar eens een keer navraag over te gaan doen. Weet je? Van, hoe zit het nou bij andere clubs en hoe doen zij het? Ja, ik vind het inderdaad een heel raar verhaal dat je gewoon spelers hebt die elkaar gewoon bijna niet zien. Dan kun je ook nooit iets opbouwen met elkaar. Dan ben je ten dode opgeschreven in zo'n competitie. Dat, Hey, de achterstand op nummer 1 en nummer 2. Ja. Is dat te overbruggen? Pak de stand er maar eens bij, want ja, staan we ervoor. Ja, kijk, je hebt Cambuur, die zit op dit moment met 43 punten.
Dan heb je Almere City met 40, de Graafschap met 35 en NAC met 32. Dus je hebt sowieso wel 8 achterstand op de nummer 2 voor een directe promotieplek. Dat is veel, hè? Ja. Kijk, je ligt nu in principe natuurlijk nog gewoon op race voor na-competitie. Dus ja. In dat opzicht is er nog... Hè, ja, je wil het liefst direct promoveren, maar heel veel mensen zeggen... Ja, dan heb je in ieder geval een periodekampioenschap. Nou, dit is ongeveer net zoveel waard als een periodekampioenschap. Dus dat vind ik niet spannend. Maar het gaat met Cambuur ja, is natuurlijk wel belachelijk groot. Gaat Almere nog punten laten liggen? Ja. Dat verwachten we allemaal wel, hè? Maar het gebeurt volgens ons nog. Het gebeurt niet, hè? Niet. Nee. Ja, het gebeurt wel. Ze verliezen. Ja. Ze hebben ook al een keer kaart verloren. We verwachten na de eerste twee wedstrijden, denk ik, al dat ze punten gingen laten liggen. Maar dat is niet gedaan. Ze verliezen het in tempo wel verwacht hadden. We verwachten het wel, maar ik ben bang daarna ook niet anders. Ze verliezen niet voldoende, zeg maar. Nee. Die gaan er wel bovenin blijven plakken. Nee. Want dan gaat in de winterstop waarschijnlijk ook niet echt veel gebeuren daar. De buy-off eraf. Nee, die hebben het redelijk intact. Die hebben wel een leuk elftal. Ja. Leuke team. Waar je vanuit zou, tenminste wat de hoop is. Is dat net zoals zo'n Muren, die doet het nou natuurlijk weer extreem goed. Hè. Daar kan iedereen van balen en dat doe ik zelf ook. Maar dat is gewoon op een bepaalde manier gegaan, die doet daar hartstikke goed. Dat er misschien weer een andere club komt, die zegt we pikken hem weg in de winterstop. En dat daardoor Cambuur weer wat zwakker wordt. Hè. Dat hij misschien toch naar, nou, misschien gaat hij wel naar de club van Verschuren of zo, weet je wel. Gaat hij daar een beetje belommel FC aan de slag. Zeg trouwens wel een goeie. Verschuren, die staat op het lijstje van vertrokken spelers. Ja. In welke mate missen we die? Ja, die missen we zeker. 23 jaar, maar was wel bepalend als je ziet de doelpunten van vorig jaar. Ja, je ziet de doelpunten van vorig jaar. Ik heb nog eens naar een filmpje te kijken vorige week. Ik denk, daar was hij bij veel betrokken. Ja, ja zeker. Ja. Een goede voetballer, vind ik. Trok veel naar de achterlijn en zette hem goed voor. En daar zijn behoorlijk wat doelpunten aan uitgevallen. Maar vaak in de 16 van de tegenpartij. Ja. En dat zijn vaak de betere spelers. Dat is behoorlijk volwassen speler voor een 23-jarige jongen. 23 jaar pas. Ja, want iedereen dacht ook dat die jongen al lang 32 was. Ja. Of zo, maar die heeft bij NAC ook wel heel wat meegemaakt. Ja, zeker. En het is natuurlijk gewoon zonde om te zien. Want dat Lommel dat presteert natuurlijk ook voor gekloten. En dat is dan noemen ze dan de club in opbouw. Maar voor zo'n jongen, als hij nou gewoon bij NAC was gebleven, hè, en hij had nou nog 1 of 2 jaartjes bij NAC gevoetbald, die was gewoon de Eredivisie ingegaan. Klopt. Die had daar net zoveel kunnen verdienen als bij Lommel. Die had dan misschien wel Europa, hè, misschien dat hij naar Heracles of zo'n club, hè, dat had hij makkelijk aangekund. En dan is het toch zonde dat hij weer voor het geld dan in principe, want ik ga er vanuit dat je daarom naar Lommel toe gaat. Hè. Kijk, het is zonde voor hem, hè, maar NAC heeft er wel een paar rotcentjes voor overgehouden. Ja. Ja, zeker. Eruit gehad wat erin zat, ondanks alle rare idiote clausules die we verzonnen zijn. Ja, door meneer Smulders. Ja. Ja. En wat andere medeplichtigen. Ja, ja kijk. Ja, dan hebben we een aantal mensen zitten slapen toen. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En kijk, daar hadden we veel meer uit kunnen halen. Ja, zeker. Kijk, dat was natuurlijk gewoon weer mismanagement van de bovenste plank. Ja. En ik, dat is het enige wat ik hoop voor het nieuwe jaar, is dat we eindelijk eens een keer een wat proactievere aandeelhouders krijgen. Eindelijk eens een keer een raad van commissarissen. Dat mismanagement, dat is bij NAC al jaren. Ja, dat is ook. Kijk, het zit bij NAC alsof het in de muren zit. Iedereen hier op de zetels gaat zitten, dat virus trekt uit de muren. Het is ijdele hoop dat ze het nu in één keer beter gaan doen. En ja, maar wat mij wel opvalt, en dat is misschien, maar dat is misschien puur gevoel, maar dat idee heb ik wel, is dat er werden altijd fouten gemaakt bij NAC. Ik bedoel, NAC bestaat niet zonder fouten, mismanagement, rare constructies. Ik bedoel, dat is ook NAC. Alleen ik heb wel het idee dat als er vroeger iets verkeerd gebeurde, dan werd er of zo'n schip gemaakt en de mensen namen ook de verantwoordelijkheid voor zichzelf. Of ze durfden in ieder geval nog wel eens met andere geledingen in contact te treden. En ik heb met deze raad van commissarissen, ik vind het echt laat ik het heel zacht, laat ik het netjes houden hè, op de laatste dag van het jaar. Maar ik vind het... Licht gezegd niet van pure klasse tonen dat je niet eens met je supporters in gesprek durft te gaan. Hè? Ja, we hebben zogenaamd een supportersvertegenwoordiging, maar die hoor je dus ook niet, hè? Ja, maar niet rechtstreeks. Die rapporteert aan de clubraad. Hè? Ja, maar die moet toch, die vertegenwoordigt toch hier de achterban. Hier kijk, zie je om je heen. Ja. Ja, het zijn nu allemaal lege stoelen. Nee, maar dan mag wel geëvalueerd worden van voelen we ons wel voldoende gehoord. Ja. En zitten daar nog heel veel verbeterpunten. En we moeten iedereen de kans geven, denk ik wel, om daarin te kunnen verbeteren. Wat ik goed vind is dat ze tegenwoordig een aantal dingen zien aankomen. Ja. Maar echt de wil om een stap extra te zetten, dus echt ervoor gaan. Ja. En wat dan ook geld kost, dat mis ik. Nee, maar kijk, je hebt een club met heel veel potentie. En ik denk dat er een aantal mensen binnen NAC gewoon niet... Kijk, als zo'n raad van commissarissen ook gewoon eens een keer zijn oor laat hangen naar mensen die er al 20, 30, 40 jaar rondlopen. Hè? Ja. Ga eens een keer praten met Marcel, ga eens een keer praten met John de Leeuw, ga eens een keer praten met Wilbert. Ja, dat zijn jongens die hier al zo lang rondlopen, die ook gewoon mensen kunnen behoeden van fouten die al gemaakt zijn. En dat vind ik wel... Kijk, de Raad van Commissarissen zijn allemaal mensen die zichzelf zogenaamd... Die zullen zichzelf bewezen hebben in het zakenleven. Maar ik kan me er niet aan onttrekken dat ze geen
klote verstand hebben van hoe het hier werkt. Want anders doe je dit niet. Als ze maar een beetje hetzelfde gevoel hebben als wij. Ze verschuilen zich achter constructies. Hè, Jan, wij rapporteren naar de clubraad. En de clubraad die brengt dan één keer in de twee, drie weken eens een keer een notulen uit die gelezen kunnen worden. Alleen, hè, er zitten een aantal mensen binnen de clubraad die de supporters vertegenwoordigen. Er zitten ook een aantal mensen in die clubraad waarvan ik denk, joh, het is hartstikke leuk, maar ja. He, ik weet niet waar jouw nakgevoel zit, maar voor mij vind ik het wel heel erg leuk om in een raad te zitten en iets te vertellen te hebben. Wat leuk mens. En zolang die mensen de knoppen niet aandraaien en dan niet de duimschroeven ze nu dan eens een keer aandraaien op die raad van commissarissen, blijft het een soort status quo. Hè. Zij, raad van commissarissen, doen maar wat ze willen. Die brengen de ene naar de andere binnen. De aandeelhouders die schokken ze nu dan eens een keertje bij. Maar ook maar scorevoetend, want die zijn natuurlijk... Maar die schuiven alleen maar om de gaten te dichten. Maar om die stap verder te zetten, daar wordt er niet voor geschoven. Nee, precies. Kijk, en ik kan me goed voorstellen dat zij natuurlijk ook niet alles gratis willen weggeven. En er zijn ook nog geen partijen die interessant genoeg zijn die de club willen overnemen. Klopt. Kijk, daar moeten we ook eens een keer eerlijk over zijn. En in dat opzicht moeten we gewoon heel erg blij zijn met de aandeelhouders. Alleen, ik vind het altijd, en daar hebben we natuurlijk wel vaker over gehad. Ik vind niet dat als jij de geldschieter bent, dat er geen commentaar op je geleverd mag worden, omdat jij de club hebt gered. Ik bedoel, die fase is op een gegeven moment voorbij. Die is nu wel voorbij. En de club is gered. De club is, naar mijn idee, nu nog gezond. Hè? Neem eens een keer je verantwoordelijkheid. En ga eens een keer bouwen aan een club die nog zoveel mooier en groter kan worden als dat het al is. Absoluut. Ja, je gaat toch wel op tenen staan op het moment dat je zegt... Hè, neem nu eens je verantwoordelijkheid. Want zij hebben een eigen opvatting van we hebben onze verantwoordelijkheid. Dat hebben ze ook wel gedaan. Maar door de liquide middelen aan de gang te houden. En wij hebben onze eigen opvatting van de verantwoordelijkheid is nemen. Zet is de eerste stap door ons beiden uit deze wurggreep te halen. We houden elkaar in de wurggreep. Ja, maar ja, ben je een goede vader op het moment dat je kind continu alleen maar cash geld geeft? Of ben je een goede vader als je hem ook leert om bepaalde dingen te doen? He, en ik vind het op dit moment is het inderdaad alles wordt afgekocht. He, dus zeg maar en nogmaals, we moeten blij zijn met ze. Alleen ik vind niet dat je daardoor geen commentaar meer mag hebben. En ik vind het gewoon nog steeds heel raar dat er nog steeds aandeelhouders zijn die dus één keer beledigd zijn of zich beledigd hebben gevoeld een paar jaar geleden. En daardoor zich dus menen nooit meer verantwoording toe af te leggen. Ik bedoel, dit is geen bedrijf. Hè? Het is een bedrijf. En daar raak je de juiste snaar. Het is wel een bedrijf, maar daar zit een hele grote blok emotie aan. Ja. En dat wordt vaak vergeten. Precies. Kijk, er zijn weinig mensen die het logo van de Albert Heijn op hun lichaam hebben laten tatoeëren. Dus dan zal het zo'n hond wezen of dat nou de Albert Heijn of de Jumbo of de Dirk van den Broek. Maar dit is voor veel mensen een heel groot deel van hun leven. En, klopt. En dat kun je niet zien als een bedrijf. Nee, precies. Mensen, dat zijn klanten. Ik bedoel, je bent dus... Je gaat niet, als je zegt, ik ga niet naar de HEMA, of op de Albert Heijn, als het hier niet bevalt, dan ga ik naar de Jumbo of naar Dirk van den Broek of welke bestaan nog. En waar ik ook wel heel erg zenuwachtig van word, en dat gevoel is eigenlijk groter geworden na dat interview met Manders. We hebben hier natuurlijk al wel wat directeuren gehad, die zeiden van, joh, het stadion moet uitgebreid worden, het moet groter, we moeten meer jeugdopleiding, we moeten structureel naar de top 10. Ja, maar die verhalen ken ik ondertussen wel. Maar wat ik me dan afvraag, ik bedoel, dat je iets wilt, dat is één, maar hoe ga je het doen? Hoe ga je nou in godsnaam zorgen, dat zonder dat je grote dingen kan veranderen, hè? Want bij NAC kan er op dit moment eigenlijk helemaal niks aangepast worden. Ja. Het is niet dat je in één keer 10 miljoen extra op tafel kan leggen, het is niet zo dat het huis gevuld wordt. Dus hoe ga je er nou voor zorgen, en dat plan ontbreekt nog steeds, en Manders is inmiddels al best lang in dienst. Ik heb nog geen plan van aanpak gezien. Hoe ga je er nou voor zorgen dat je die dingen die je wilt, ook met goed gedegen beleid gaat behalen, in plaats van dat we zo meteen weer met een soort mommels luchtkasteel zitten en dan vervolgens weer met z'n allen aan het infuus mogen van aandeelhouders. Ja. Dat mag gezegd worden. Hey, dat even afsluitend. Ik zit even naar de stoelen te kijken. Ja. We hebben het vorige week ook over gehad, hè? Maar nou zien we de stoelen zelf. Daar kunnen een paar mooie fotootjes op staan. Hè? Ja, de smoel op de stoel. Oh ja, de stoel.nl. Ja. KWF. 15 euro kost het. Ja, 15 euro. Daarvan wordt 11 euro afgedragen. Ja. En aan het KWF. Vind ik het een mooi doel. De spelers hebben er zelf ook al een bijdrage aan gedaan. Ja. Zelf ook allemaal per speler 2 stoelen afgenomen. Lijkt me goed dat we daar ook nog aandacht voor blijven vragen. Volgens mij ik wil graag op de bank zitten, mag dat? Oh ja, de dugout. Ja. De dugout. Ja. Oh, daar hebben ze allemaal pas stoelen over. Ja. Misschien kunnen ze die wat duurder maken. Inderdaad, ja. Misschien dan kom ik op tv en zo. Ereterras eventjes volzetten. Ja. Dat zijn wel mooie dingetjes om aan te kleden. Ja, we zullen, Jurie en ik, we zijn natuurlijk ook altijd elke thuiswedstrijd, mogen we nog eventjes in het stadion zijn om de doeken op te hangen. Sfeer snuiven. En dan moeten we ook altijd meteen weer weg zijn om ergens anders de wedstrijd te kijken. Een beetje vreemde gewaarwording. Ja.
Maar proberen aan de hand nog een beetje met z'n allen een beetje kleur aan te geven. Over kleur gesproken, kijk daar eens. Ja, het rare vind ik nog steeds aan dat ophangen van die spandoek. Hè? Want dan kom je hier binnen en dan pak je de doeken uit de kast en dan begin je met ophangen. En dan krijg je echt dat gevoel van we gaan naar NAC. Weet je, we gaan aan de slag. En, je mist alleen de frieten en de sigaren en de schalen bier. Ja, precies. Ja, we lopen langs de dichte counters. Hè. Normaal gesproken maken we nog een praatje met wat stewards en de horeca. En dan komt het allemaal wel weer goed. Even, want we zijn naast radiomakers zijn we ook nog oppasvader. papa. Maar dat lijkt me een goede aanleiding om... We gaan mijn zoontje moet plassen op dit moment. Dus ik moet even naar boven rennen om iemand een wc te laten. Het stadion is vandaag van ons. Hè. Dus we mogen overal komen waar we willen. Ja. Dus we gaan... Laat hem even plassen, dan gaan wij naar het museum. Dan zien wij dan gaan we beneden langs. Dan zien we jou. De sleutel hebben. Dan zien we zo de sleutel, de magische sleutel. Kom eraan, vriend, kom eraan. Ik weet niet of er een sleutel gaat. Nou jongens, betere setting kun je eigenlijk niet wensen. Oh, lekker warm hier. In het NAC Museum met een pilsje, jongens. Ja, proost jongens, wederom. Cheerio, boys. Op het oude jaar. Een betere manier om het uit te luiden als NAC supporter in het NAC Museum. Ja, kaarsverlichting erbij. Ja. Voor de mensen thuis. Hier een NAC sfeer. Dus is al in een asbak, hè, dus dat is allemaal verantwoord. Ja. Dus volgens mij, is dit het tafeltje waar een NAC is opgericht, Marcel? Nou, dat weet ik niet, maar het zou best kunnen. Zitten de kerfstokken... Het is wel een oude tafeltje. Ik wou zeggen, als je aan het kleedje bekijkt, dan... Ja. Zit hij wel eens in het tafel gekrast. Het zal wel eens kunnen dat ratverlegging ook aan even zeggen. Rat was hier staat hierin gekijkt. Ja. En zijn kalfum zit er ook nog onder. Ja, nou, kijk. Nee, fijn dat we hier konden zijn om het jaar af te sluiten. Hè. Ja, mooi man. Sowieso de moeite waard hè, voor mensen om even, als je hier nog niet vaak geweest bent, kom je hier vaker, maar kom alsjeblieft langs, geef en doneer... Aan het NAC-museum, want als je hier toch binnenkomt, oké. Nou, ik heb nou mijn zoontje bij, die zat hier net ook alweer. Zijn ogen vielen bijna uit zijn hoofd van alle mooie dingetjes die je kunt zien. Ja. Dus kom vaak langs, jongens. Want hoe zit het nou, Marcel, met het museum? Is het nou nog dicht voor het publiek? Ja. Het valt onder musea mogen niet open zijn, hè? Het valt onder museums, maar zodra je in de krant leest dat het woord museum en het mag weer open, dan mag je weer... Maak een afspraak en ik ben een van de rondleiders, maar er zijn er meer. Mm-hmm. Ja. En wij vertellen graag het verhaal aan het NAC-publiek. Ja, twee verdiepingen. En iedereen die het wil horen en wil weten. Het is vooral ook horen, hè? Want je hebt hier ook heel wat om te luisteren. Het is veel kijken. Absoluut. Ja. En ook het verhaal bij Raadsverleg, bij het kampioenschap, bij de beker, bij de promoties. Dat is echt heel leuk. Dus, en boven ook een expositie, hè? Dat is de tweede verdieping. En boven de film, hè? En de film hebben we natuurlijk. Het is ook een beetje een wisselende expositie. We hebben natuurlijk af en toe een man of the match of de speler van de match. Ja, man of the match. De legend of the match, moet ik goed zeggen. Ja, en die wordt inderdaad boven in een aparte tentoonstelling uitgelicht. Mm-hmm. Ja. Gelukkig. Ja, het museum blijft zich natuurlijk historisch natuurlijk zich altijd aanvullen. Hè. Dus, dat zijn mooie dingen. Ah, je ziet hier echt zulke mooie spulletjes. Hè. Ja, je komt hier, het is hier een feest van herkenning. Ja. Je ziet en zeker voor de wat oudere NAC-sporter is hier echt een balhaal. Dat is echt geweldig. Als we hier even een parallel trekken met het huidige elftal, welke van de spelers uit dit elftal zouden de potentie hebben om hier een plaatje... Nicolai. Ja. Dan moet hij om te beginnen meer dan 250 wedstrijden hebben gespeeld. Ja, om hier een paneeltje achter aan de wand te komen. Klopt. Ja. Dat is de club van 250. Mooi dat we dat in koor durven zeggen, want deze vraag hadden we niet voorbereid. Nee. Maar we weten wel gelijk, Nicolai. Ja, ik denk dat een van de weinigen is, Ella Lucci. Ja, dat is wel een speler die... Lucci vind ik eigenlijk wel een jongen die zich inmiddels... Hè, kijk, ondanks dat hij niet altijd even favoriet is onder de supporters... Is die jongen die is inmiddels nu 12 jaar verbonden aan Max ongeveer al... 2012 kwam hij... Over 8 jaar. Kwam uit de failliete inboedel van RBC. Ja, RBC toen. Allianz had hij nog een tussenstopje. Daarna in de jeugdopleiding van NAC getrokken. Maar wat hij altijd zelf zegt... Ik heb hier zo alles meegemaakt. 100.000 trainers, 100 degradaties, 100 promoties. Maar die heeft ook wel heel veel voorbij zien komen, hè? Ja, zeker. Ja. En dat vind ik wel een jongen die het inmiddels wel verdiend heeft om in ieder geval een klein fotootje te krijgen. Ik weet niet op hoeveel wedstrijden hij staat. Nou, vorig jaar augustus, was vorig seizoen augustus, toen hadden we die uitwedstrijd naar Volendam. Ja. Dat was een officiële 100ste competitiewedstrijd. Aha. Of die wedstrijd in ieder geval
Vorig jaar voor hem dan? 100 pas? 100 pas. Ja, toen hadden we een enorm spandoek voor hem gemaakt. Ook, ja. Hadden we daarop gaan. Ja, ik denk dat hij dan, want gezien zijn status dat hij weg wil, dat hij de 250 niet gaat halen. Nee. Vrees ik. Dan denk ik ook dat het tegenwoordig in het moderne voetbal bijna onmogelijk is om spelers te vinden die 250 wedstrijden voor je club voetballen. Dat is uitzonderlijk. Typisch Jellent Arola, Penders, dat soort clubrotten, maar dat is ook een soort uitstervend ras. Ja, helaas. Dat zijn er weinig gegeven, zeker in de huidige selectie. Ja, Nicolai hebben we het er net over gehad, hè? Maar het zijn al jongens die wel een potentie hebben. Wie er heel graag bij wil horen was Anthony Lilling. Ja. Die streefde ernaar om die 250 te halen als dat hij hier op de wand kwam. Hoe ver is hij gekomen? Ja, dik in de 250. Ah, oké, goed zo. Ja, dat was dus die heeft het wel gehaald. Ja, precies. Ja, dat zijn de jongens die we ook wel nodig hebben. Daar hebben we afgelopen seizoen vaak aan gerefereerd. Dat zijn de jongens die ook echt... We zoeken jongens die ook echt een heel team een schop onder de kont konden geven. Want als we iedereen een beetje een rapportcijfer hadden willen geven, dan hadden we denk ik Lex Immers het begin van de wedstrijd ook wel een redelijke voldoende kunnen geven. Begin van het seizoen won hij elk duel, hè? Ja, was hij hartstikke belangrijk. Dat was heel belangrijk. En dan was ook echt wel een speler die kon de ploeg op sleeptouw nemen. Dat luisterden de spelers ook naar. Dat is na de corona is dat helemaal ingezakt. En in de wedstrijden die hij heeft gespeeld, leek het alsof hij meer aan zichzelf had. Hè? Ja. Want dat hij aandacht aan andere spelers kon trekken om daar een inspirerende rol te kunnen voeren. En ik verwacht aan het begin van het seizoen verwacht ik ook echt veel meer van bijvoorbeeld jongens als Riera. Die eigenlijk ook wel als Spaanse sloper achterin de boel moest controleren en daarin ook eigenlijk dezelfde rol als Lex had, weet je wel. Jonge spelers mee op sleeptouw nemen, dingen neerzetten in het veld. Ja. Ja, die heeft het nu zo druk en dan zie je bij Lex immers ook zo druk met zijn eigen spel. Ja. Dat hij daardoor eigenlijk alle randzaken waarvoor hij in een team zou moeten staan, dat hij dat niet meer doet. En daardoor wordt zijn waarde steeds minder binnen een elftal. En zien jullie Lex immers nog terugkeren naar de winterstop dan naar de zomerstop? Jawel, maar wel met een heel ander plan. Een heel ander plan. Oh, de zomerstop zeg je? Ja. Ja, oeh, dat is een lastige. Oeh, nou de zomerstop? Ja. Nee, dat denk ik wat moeilijk. Daar denk ik ook aan of wij gepromoveerd zijn of niet. Ik denk dat het plan is, want dat was ook zijn plan. Hè. Met dat idee is het ook naar NAC gehaald. En die droom had hij ook. Van ja, daar zijn de spelers ook naar NAC gekomen. Niet om in een leeg stadion te spelen, maar ook echt voor de kans te gaan. Van joh, we gaan nog één keertje knallen, nog één keertje een prijs halen. Met z'n allen deze groep, met dit project gaan we ervan maken. We staan straks allemaal met z'n allen op die grote markt. En daar blazen we onze carrière mee uit. Ja. Ja, dat als dat project gewoon niet af is gemaakt. Ik denk dat wij hem nog wel terugzien als wij in de Eerste Divisie spelen. Dan gaat hij nog wel een rol van betekenis. Ja. In de Eerste Divisie denk ik dat hij klaar is. Nee. Zo'n speler hoeft niet alleen op het veld een later rol van betekenis. Die kan op heel lang maar dan moet hij wel genoeg hart hebben voor de club, zeg maar. En dan is het meer een jongen van Den Haag natuurlijk, als hij naar zijn carrière... Ik wou dat zeggen, het is wel een Haagse jongen natuurlijk. Ja. Is dat meer daar natuurlijk. Ik denk dat qua Breda, zoals City van Oorlog, heeft meer uitstraling. Ja. Over Breda'se jongens gesproken, dat vond ik altijd wel interessant. Daar werd Moreno Ritter, hadden we het daar straks over. Ja. Die maakte in de Gegenpressing podcast weer een opvallende uitspraak. Die had wel het idee van, nou, een technisch directeur, dat zou misschien wel half zeuntjes wel... Dat vond ik een hele opvallende uitspraak. Wat, Ralf Seuntjes als technisch directeur? Ja, Ralf Seuntjes als technisch directeur. Ja, en nog... Zeer interessante gedachte. Ja, vind je dat een hele aparte... En dan als spelend technisch directeur dan? Eerst als speler en dat hij dan even meekijkt in de keuken van bijvoorbeeld Ton Lokhoff. Dat zou een hele mooie overgangspauze zijn. Ja. En daarna Ralf Seuntjes. Ja, maar je gaat Ton Lokhoff toch niet alles overgangspauze? Nee, dat is wel zo. En die gaat hem dan niet inwisselen voor Ralf Seuntjes? Ja, misschien dat die het samen kunnen doen. Ja, ik denk ook niet dat Ton Lokhoff zich daarvoor laat lenen. Nee, toch? Nee, dat is ook niet. Daar moeten heel veel partijen mee eens zijn. Maar het is wel een interessant proefballonnetje, want het is ook niet meer dan dat. Ik zou in dat opzicht kijken, net zoals Ralf Seuntjes. Ik weet ook niet wat de connectie is natuurlijk tussen Rutte en Seuntjes. Zijn die bevriend met elkaar? Ja, die zijn behoorlijk close met elkaar. Ja, precies. En het contract van Ralf Seuntjes loopt af. Ja, maar Ralf Seuntjes heeft natuurlijk bestuurlijk gezien helemaal... Ik bedoel, het is een olifant in de porseleinkast. Ja. Die jongen die heeft natuurlijk de diplomatie Maar dan stel ik ook gelijk de vraag, waarom hebben wij destijds Tim Gillis weggedaan? Ja, je wou zelf weg, hè? Ja. Tim Gillis kreeg toen op een gegeven moment de kans bij Heracles, meen ik, om zich technisch manager... Maar waarom heeft NAC hem niet meer geboden? Of NAC... Omdat ze op dat moment al een technisch manager hadden, hè? Tom van der Beelen was Tom van der Beelen. Ja, maar als je moet kiezen tussen Tim Gillis en Tom van der Beelen, dan denk ik toch dat je beter voor Tim Gillis kunt kiezen. Kijk, Tim dat was een hele slimme jongen, hè? Ja.
Tim Gillis was toen voor mijn manager van de jeugdopleiding, toch? Ja. En die daarvan waren ze toen eigenlijk van mening dat hij de stap nog niet kon zetten naar technisch directeur. Daar was ik het absoluut niet mee eens. Nee. Nee, dat was nou, als je ziet wel welk lichtgewicht Tom van der Beelen was. Dan had Tim Gillis dat 100 keer beter gedaan. Ja, absoluut. En eigenlijk meer geloofwaardigheid gehad en meer smoel voor de club kunnen geven. En communicatievermogen. Ja. Wat je dus meer krediet kan geven in potentie. Daar hebben we wel wat behoorlijk wat steken laten vallen. Ja. Het hoeft niet per se ook over alle centjes te hebben. Maar het is wel een interessante gedachtegang dat ze dat het niet per se een oude ervaren persoon hoeft te zijn. Het liefst hebben we wel dat er al een bewezen netwerk is. Maar we hadden het er straks ook al eventjes over. Dat waren Jeffrey van As en een Stewart. Zijn er allemaal oudspelers, hè? Waren oudspelers, kwamen zo goed als uit een spelerscarrière. Er zat wel een paar jaar tussen. En die hadden al wel enigszins wat ervaring opgedaan. Of Jeffrey van As als hoofdscouting bij NAC. Eunice Stewart had al een jaartje technisch directeurschap bij VVV erop zitten in de eerste divisie. Die zijn van een redelijk koud ingekomen. Ja, maar die heeft toch wel wat bewezen intussen. Als je Eunice Stewart bekijkt, zeg maar, die was op zijn 14, had hij volgens mij het verstand van iemand van 83. Ja. Weet je, die is altijd heel oud geweest, zeg maar. Ook als speler zijn, dan was het altijd een hele intelligente jongen. Vond je altijd? Nou ja, tenminste, zo kwam hij op mij in ieder geval altijd wel over. Ik heb heel veel woorden met hem gehad over dat ik hem niet zo goed vond. Nee? Nou ja, ik denk dat... Kijk, hij heeft zich later natuurlijk bij AZ is hij toen... En daarna is hij naar de Amerikaanse voetbalbond gegaan, zeg ik even zo uit mijn hoofd. Precies. Maar die jongen die heeft zich inmiddels wel bewezen. En ik vind wel, dat is een jongen die wel iets meer statuur had dan... Ik vind Ralf Seuntjes... Ja, dat ziet me nou niet als... Nee. Het is wel de trend tegenwoordig, hè? Ja. Het rent om jonge spelers, oudspelers, ja, maar dan die nog niet helemaal op leeftijd zijn, zeg maar, en die het netwerk nog niet helemaal hebben, om die toch als technische directeur te gebruiken. Ja, maar dan zou ik bijvoorbeeld eerder opteren voor, hè, misschien als je dan toch namen gaat noemen, zou ik bijvoorbeeld ook kunnen kiezen voor Anthony Leurling. Anthony Leurling, waarvan ik nog steeds vind dat hij hier kijk, hij heeft het toen natuurlijk heel fout gedaan. Hij heeft het op de spits gedreven omdat hij per se wou spelen. Dat kon op met Goedelje. Met Goedelje toen. Nou, kijk, als hij dat niet had gedaan, weet ik zeker, dan had er hier een standbeeld voor meneer Leurling voor de deur gestaan. Dus heeft een beetje zijn eigen ruimte. Ik denk dat jij van mening heel snel verandert als Ralf Seuntjes hier een jaar voetbalt. Ja. Denk ik. Ik hoop eigenlijk. Lennon. We hebben een jonge bezoeker. Leuk in beeld, jongen. Vind je het leuk? Vind je het mooi? Ja. Ja, we gaan even mee in Transformers spelen, maat. Dat is een nieuwe donateur van het NAC-museum. Dat kan, hè? NAC.nl kan je gewoon donateur worden. Dat is de nieuwe jongerenkern. En dan kan je gratis, heb je gratis entree in het NAC-museum. Ja. En ik ben weer helemaal, als ik naar die plaatjes kijk, helemaal afgeleid. Mooi, een feest van herkenning. En nou, de site van het NAC-museum goed in de gaten, want komend jaar is het natuurlijk 100 jaar geleden dat NAC kampioen is geworden. En het NAC-museum gaat ook wat doen. Die gaan een soort dagboekje uitbrengen. Ja, mooi is dat. Mooi, man. Maar ook als je naar zo kijkt, ik kijk dan tegen Wim Anschutz aan. De eerste NAC-speler die ooit betaald is. Dus als je dan die foto ziet, dat is gewoon net alsof die man rechtstreeks uit Peaky Blinders komt. Ja, van statuur. Dat waren echt nog heerschappen, zeg maar. Hè? Driedelig grijs aan, stropdas om, snorretje, haartjes. En het contrast daardoor extra groot met John Smit in de naast. Ja. Ook nog steeds getooid met snor, maar dan wel met een lekkere mat. Wisseltuinzicht. Ja, geweldig, man. Ja, je kunt in je ogen uitkijken, jongens. Ik vind het zo mooi. Heerlijk wegdroom hier. Ja. Absoluut. Maar wie zouden jullie dan eventueel, als stel dat je nou kijkt naar oud-voetballers van de afgelopen 10, 15, 20 jaar. Wie zou je dan eventueel als technisch directeur... Ja, er zijn genoeg heren die momenteel trainer zijn die ook een technisch directeurschap zouden kunnen bekleden. Die nu trainer zijn. Is een trainer bij uitstek ook al meteen een goede technisch directeur? Nou, je moet wel over de goede managers kwaliteiten beschikken. Ja. Die competenties is niet iedereen gegeven. Dat is wel... we hebben het wel eens over bijvoorbeeld een Maaskant gehad. Bijvoorbeeld, die heeft een houdbaarheidsdatum van 1,5 jaar, zeggen we wel eens voor de graad. Ja. En heeft hij ook het lange termijn visie in zich, hè? Dat moeten ze vooral hebben. Ze moeten ook karakter hebben dat ze ook de rust kunnen bewaren, dat ze ook niet in paniek schieten en solistisch moeten kunnen optreden, maar ook niet te solistisch.
Ze moeten kunnen communiceren. We hebben eigenlijk alles gezien wat we de afgelopen jaren hebben gehad, de technische directeuren. Mm-hmm. Wat we vooral niet moeten hebben. Die totaal een plan niet kunnen verdedigen of willen verdedigen. Ik noem even Graham Rutjes. En bij clubs als NAC gaat dan volledig je draagvlak, gaat er binnen een paar maanden volledig onderuit. Klopt. En dat moeten ze vooral kunnen beschikken. Ze moeten met alle geledingen kunnen omgaan. En natuurlijk verstand hebben van voetbal, je moet een netwerk hebben, je moet kunnen managen, je moet kunnen omgaan met spelers met een bepaalde ambitie. Ja. Het is ook wel handig dat je iets van NAC af weet. Ja, want dat is wat er nou momenteel aan schopt natuurlijk. Hè. Het is wel, nu komt er aan het licht, oké, het gaat een halfjaartje goed dat we eventjes een duo rol hebben, TD en trainer, dat die in principe is. Ze hebben in principe veel in gezamenlijkheid natuurlijk. Maar dat soort soaps als een Sydney bijvoorbeeld nu, mm-hmm. daar had een TD boven moeten hangen. En die had daar als een soort scheidsrechter kunnen handelen. En nu. En ik vind ook dat dat moet een TD zijn die zichzelf bewezen heeft bij een NAC of bij een andere club. Zo iemand moet speciaal zijn dat andere mensen daar naar luisteren. Ja. Kijk, net zoals Ton Lokhoff is inmiddels echt wel een man met statuur. Ook voor de jongeren nog onder ons. Kijk, want zeg maar. Iedereen, overwicht. Nou ja, precies. Kijk, iedereen kent hem natuurlijk als NAC-voetballer. Maar voor de generatie die nu bij NAC 1 terechtkomen, zeg maar 20, 21, 22 jaar, ja, die kennen die periode helemaal niet. Dus die kijken puur naar zo'n Wolfsburg-ervaring en naar de dingen die hij heeft gedaan. In combinatie met Ten Hag heeft hij volgens mij ook nog een tijdje mee samengewerkt. Dus dat is wel een man die dingen kan overbrengen. En die mensen, we hebben een plan voor je, we gaan het zo doen. En persoonlijk met Ralf Seuntjes, met alle respect, ja, die heeft in 2-3 jaar bij VVV heeft hij best leuk gedaan. Maar het is natuurlijk. Als Ton Lokhoff, stel je bent een speler van 2021 en Ton Lokhoff belt jou, dan krijg je iemand aan de telefoon. Maar als je met alle respect Ralf Seuntjes aan de telefoon krijgt, ja, dan wordt er helemaal niemand warm van of niet. Nee, dan wordt er geen koffie aan de tafel laat hem maar eens een jaar voetballen. Maar dat wordt wel interessant. Ik denk dat hij de man wordt. Dat wordt wel een beetje bij Andy van der Meijden in de auto soort gesprekken, weet je wel. Ja, dat is zo. Maar dat kan ook leuk zijn. Als dat resultaat heeft. Maar ik vind, er zijn net zoveel jongens die, denk ik, over dezelfde intelligentie beschikken als Ralf Seuntjes. Die zich niet continu op dit moment nog negatief uitlaten over NAC. Want ja, hij heeft natuurlijk ook wel een hele hoop. Maar ik snap dat wat er gebeurd is, hè. En dat vind ik primair de fout van NAC. En hoe die bij NAC behandeld is, absoluut. echt totaal kansloos. Ja. Maar ik denk wel dat hij zichzelf ook door zichzelf daarna te profileren in de media, dat hij misschien zichzelf wel een beetje overschat heeft. Ja, dat weet ik niet. Bij de Graafschap speelt hij wel een heel belangrijke rol. Nee, maar hij dacht dat hij zich meer. Hij dacht dat hij iets meer krediet had, zeg maar. Ja. Wij zijn toen op een gegeven moment. Had hij anders kunnen doen. Hij anders kunnen managen. Had even beter moeten inschatten welke gevolgen zijn acties zouden hebben. Precies. Kijk, en dat soort dingen, dat verwacht ik wel van een techniek. Natuurlijk moeten dingen leren. Kijk, toen Edwin van der Sar voor mij aantrad bij Ajax, had ook iedereen zoiets van, wat komt die flapper hier doen? En die kreeg dan een heel trainings. Maar inmiddels is iedereen de voetbaltechnici wel over eens dat Van der Sar best aardig op de rit heeft daar. Dus ik denk, naar wat voor spelers zou je dan? Dan zijn er een aantal spelers waarvan ik denk, die zou ik dan eerder naar voren schuiven dan Ralf Seuntjes. En ik weet niet wat Patrick Zwaanswijk tegenwoordig doet, maar die had altijd ook wel een goede kop op staan. En dat zijn van die jongens, dan denk ik, waarom dan weer Ralf? Waarom kom je altijd, of je nou een spits of een verdediger of een technisch directeur? Ja, omdat Ralf Seuntjes toch wel een bepaalde kijk op spelers heeft. Ja, is dat zo? Ja, dat blijkt. Dat bleek gisteren uit de podcast van Benen Stem. Bleek dat wel. Ik geloof het ook wel. Die heeft wel een bepaald gevoel, zeg maar. Ja, dat is moeilijk te omschrijven. Maar is NAC dan de proeftuin waar je dit soort dingen wil gaan uitzenden? Of wil je dan eerst bij... Luister, alle experimenten die we gehad hebben, zijn ook mislukt. Oh, dus is mislukt. Ja, dus waarom kun je hem dan ook niet proberen? Ja, kijk, als je aan het begin met is NAC in de positie. We moeten realistisch zijn. We zijn nu gewoon een eerste divisieclub. Ja. En op een gegeven moment zijn alle bronnen uitgeput waar je geld uit kunt halen. En op een gegeven moment ben je ook echt niet meer die grote club die ooit zo aantrekkelijk was voor spelers en werknemers om naartoe te gaan. Mm-hmm. En dan moet je uiteindelijk gaan schikken in het mindere materiaal. Want anders blijf je dus maar gokken op dingen die er niet bestaan. Ja. Dan moet je inderdaad even een stapje terug doen. Maar als de keuze is Ton Lokhoff of Ralf Seuntjes, dan zijn we er allemaal wel over eens dat het Lokhoff gaat worden, toch? Absoluut. Het is schandalig dat het zover is gekomen, maar ja, het is wel eventjes realiteit nu. Ja. Dat is een andere discussie inderdaad. Ja, en ja, kijk, Kijk, ik heb er natuurlijk ook geen klapverstand van. Hè. En kijk, ik ken Seuntjes alleen uit
Ik vind het een speler die, als hij bij NAC had gevoetbald, had ik hem waarschijnlijk op handen gedragen. Ik vind het als speler van de Graafschap vind ik echt een misselijkmakende gozer. Ja, maar tot als je hem in je eigen team. Ja, precies, daarom. Kijk, ik bedoel, we hebben zelf dat spandoek aan zijn huis toen opgehangen met dat contract erop. Weet je wel. Dus ik was ook een zeer groot voorstander van dat hij kwam. En ik vind wel, dat, kijk, je zegt hij heeft een bepaalde kijk op spelers, maar dat vind ik, dat is eigenlijk maar de helft van je pakket als technisch directeur. Hè? Als ja, maar wel een hele belangrijke taak. Zeker, zeker. Maar kijk, dan zou je misschien eerder naar voren kunnen schuiven als hoofdscouting. Okay, want ik vind een technisch directeur, die moet diplomatie ook hebben, die moet jongens mee kunnen nemen. Die moet... Ja, maar ik denk dat Ralf Sintje wel snapt wat hier in het stadion moet gebeuren. Die kan, maar, ja precies, maar die weet denk ik ook wel, ondanks dat het gewoon een Ajax supporter is, weet je wel. Maar ja, okay. Ja zoals Sintje gewoon de Feyenoord toch? Dat kunnen we ook allemaal, ja, dat maak ik hem ook niet minder over. Maar het is wel een Breda-naar. Ja, wel een Breda-naar, ja. Dat is wel een pre. Maar dat soort jonge spelers kunnen managen, zeg maar. In de zin van, ja. Die hebben ambities en hoe ga je die bespelen? Ik denk dat het een jongen is die zijn hart op de tong heeft. Ja. Je zegt gewoon waar het op staat. Ja. En dat is volgens mij als technisch directeur wel heel belangrijk. En niet allemaal om de hete brei heen draaien. Het is jeugdige spelers vertegenwoordigd zijn heel erg veel gebaat bij, maar ja. Zijn zo eenmaal bij duidelijkheid. Ja. Meteen weten waar je toe bent. En dat het allemaal, ja, die moeten. Het zijn allemaal tere zieltjes natuurlijk tegenwoordig. Ze moeten allemaal heel snel respect hebben. En hij zal best wel eens inderdaad op een tere zieltje trappen. Ja. Maar dan denk ik ook dat het terecht is. Ja, als je daar niet tegen kan, oké. Dan is de voetballerij niks voor jou. Nee. Ja. We zwaaien hem uit. Ja, zo werkt het. Zo ik denk dat hij heeft in ieder geval al de haakleur voor een goede technisch manager. Hè? Dat als je grijs is, dan neemt hij met het onderscheid. Ja, dat is niet normaal. Man. Oude rotant, en het is een jongen die, als jullie, misschien moet je de gok dan maar eens een keer nemen. Hè? Ik weet het niet. We hebben al zoveel gegokt met technisch directeur. Het beleid van NAC hangt met gokken aan. En daar zou ik zeggen, ik probeer eens een keer op safe te spelen. Maar ook de veilige keuzes bij NAC pakken heel vaak anders. Hè? Ik bedoel, Ruud Brood. En wij stonden natuurlijk aan het begin van het seizoen allemaal. Hè? En Peter Riballa en dat soort jongens. Die zijn natuurlijk... Nog steeds vind ik het eigenlijk wel jammer dat Peter Riballa niet dat gebleven vind ik, is. Dat blijf ik heel jammer vinden. Want ik vind Peter Riballa... Nog steeds heel goed bij NAC passen. Ja, ik ook. En hij heeft het uiteindelijk voor zichzelf verpest. Natuurlijk heeft hij het niet slim gedaan, dat weet ik ook wel. Hij miste net die paar competenties en er zijn heel veel dingen niet van in de krant gekomen. Ja, die jongen was gewoon bezig met een andere club. Die dacht dat hij daar binnen was. Vervolgens heeft hij de knuppel in het hoen nog gegooid bij NAC. Om hem weg te kunnen. Maar voetbaltechnisch gezien had ik het wel eens willen zien. Ja, de wedstrijd bij AZ, man. Dat was echt geweldig. Maar zijn tweede wedstrijd of zijn eerste wedstrijd pas? Ja, nee, is zijn tweede volgens mij. Ja, die was echt geweldig. Ja, en we hebben hem natuurlijk toen op de radio gehad. Onwijs aardige, sympathieke vent. Absoluut. Maar dat lef om die tegenstander bij de stot te pakken en te willen gaan voor die wedstrijd. Ja. Dat mis ik bij Marie Stijn wel eens. Ja, maar dat had bijvoorbeeld Ruud Brood had dat ook totaal niet. Nee, en dat zie je absoluut niet. Hoe ADO nu functioneert onder Ruud Brood. Ja, die ligt daar over twee maanden ook gewoon weer in de wereld. Dat gaat echt niet lang meer duren. Ja. En kijk... Dat bedoel ik te zeggen, met gedroomde kandidaten. Iedereen zei van tevoren, wij moeten Ruud Brood hebben. Ruud Brood is de trainer van NAC. Die werd al heel lang genoemd bij NAC. We stonden met z'n allen te dansen op de bank. En uiteindelijk ben ik moet heel eerlijk zeggen, ik had ook hoge verwachtingen van Ruud Brood. Ja, maar die kwam even niet uit. Nou, die kwam ook op het verkeerde moment. Hè. De omstandigheden waren gewoon knullig. Ja, dat is er waren de twee gedwongen met elkaar getrouwd. Van de Belen. En dat was gewoon... Alles was op drijfstand gebouwd. De ene of de andere moest eruit. Uiteindelijk sneuvelden ze kort naar elkaar. Ja. Dat was feitelijk gewoon weer een verloren jaar. Verloren jaar, anderhalf jaar. Ja. Ik ga even dromen. Als wij Fred Grim hadden gehad. Fred Grim. Dan hadden we nu zijn zoontje op doel staan. Nou ja. En ik had ook niks van. Nee, ja, had Fred Grim bij NAC gepast? Of past hij bij NAC? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat er namelijk wel iemand is die... Die vrij direct is, vrij, dus als je hem zo ziet, hij lult geen onzin. Mm-hmm. Het is niet iemand die met voetbalclichés komt en hij zegt gewoon waar het op staat. Past hij bij NAC? Dat is natuurlijk altijd een lastige vraag, hè? Voor iemand die nog nooit binnen de organisatie NAC heeft gefunctioneerd. Ik had hem op zich, ik denk uiteindelijk dat als je puur kijkt hoe het nu gaat, hoe het is gaan met Ruud Brood, denk ik dat hij het beter zou hebben gedaan dan Ruud Brood. Maar ik vind dat interessant hoor, je zegt, die stelling, had hij bij NAC gepast? Is er ooit een trainer geweest, hoeveel trainers zijn er geweest die bij NAC passen en ook daadwerkelijk succes hebben gehad? Oeh, Ron Spelbos. Spelbos, ja. Maar
was dat meer omdat het spelbos was, omdat het team wat die onder zich had genoeg zelfredzaam genoeg was? Hadden ze gewoon al spelbos nodig? Spelbos had ze alleen maar de ruimte gegeven, jongens. Ja, spelbos. Die zijn volwassen genoeg om dit zelf op te lossen en ik geef jullie de ruimte. Dat spelbos is de kracht. Past... Maar je moet ook de kracht zien in dat team. Ja, spelbos paste bij NAC en hij maakte elke speler beter. Ja. Ja. En het hele team beter. Henk de Kater. Henk de Kater was een... Ja, die past niet bij NAC. Maar die past wel weer bij NAC. Maar, ja, zeg maar, voetballend wel. Ja, ja, precies. De manier waarop, zeg maar, als persoon zijnde, het is natuurlijk een lul van de weg. Ja, Henk de Kater was een ongelooflijke gooi. Ja, dat is een beetje de Surinaamse Mark Smeets. Daar is gewoon geen normaal gesprek mee te voeren, zeg maar. Dat is, die man die is zo... Die ziet zichzelf echt wel vele trappen hoger dan dat hij daadwerkelijk is. Ja, klopt. Voetbaltechnisch gezien... Ja, was dat natuurlijk wel prachtig om te zien. En andersom kan het natuurlijk ook. Ernie Brands was daarin zeg maar, wel weer echt een Brabantse jongen. Die ook echt wel van de bier. Maar voetbaltechnisch gezien, nou, je wordt dan. Hè, je hebt een topseizoen. Van NAC begrip. Hè. Je staat heel lang ook nog eerst in de Eredivisie. Ja, 6, 7, 8, 9 wedstrijden. Overigens, over kampioenschap gesproken. Toen waren wij heel dicht bij het kampioenschap. Ja. Negen wedstrijden voor het einde. Drie speelronden voor het einde. Waren wij nog kansen hebben voor het kampioenschap? Ja, wij werden niet genoemd, maar we waren wel kansen hebben. Ja, dat was nog steeds. Absoluut. Daar ben ik van overtuigd. Ja, zeker. Daar ben ik van overtuigd. Alleen ook toen was iedereen aan hun mor op de tribunes. Kunnen we 1-0 voor en dan gaan we weer. Dat was onder Henk ten Kater trouwens ook, hè? Want toen hebben wij een rat uitgebracht met een hele mooie voorkant, die jongen ergens op leek. Ja. We hebben het in ons interview met Maurie Stijn een paar maanden terug ook gezegd van, joh, let op, je bent misschien van de school van ten Kater, maar het seizoen dat wij Europees voetbal haalden, het seizoen daarop, verkochten we minder seizoenkaarten. Dus het is blijf NAC en we weten wat voor soort voetbal we willen zien. En, en daarom vind ik Petri Balla had toch... Die had de smoen, die had de Peter Riballa was een 100% naar trainer. Absoluut, absoluut. Stijn Vreven staat er nog een trapje boven, wat mij betreft. Ja, Stijn Vreven. Dat is een van de weinige trainers die via de voordeur naar buiten zijn gegaan. Ja. Dat is, dat denken we nog vaak aan terug. En ik vond Jo Jansen leuk bij NAC passen. Jo Jansen. Ja, dat was gewoon... Ik zit al de hele dag tegen hem aan te kijken, de hele tijd. Mooi, dat is een mooie... Ja, als je het over NAC... Dat is nou mijn baard. Als je het over NAC hebt, Jo Jansen. Ja, Jo Jansen, zeker. Staat buiten kijken. Hey, maar ik zie dat bijvoorbeeld net zo met Joe Amo, die is natuurlijk ook nog steeds bij NAC betrokken als jeugdspeler. Of als spitsentrainer. Zou dat geen... Ik weet natuurlijk helemaal niet... Hij komt natuurlijk uit Ghana, zijn Nederlands was altijd wel oké, maar misschien... Ik weet niet hoe dat nu inmiddels is... Maar zouden dat geen spelers zijn die NAC naar een wat hoger niveau zouden kunnen spelen? Geen idee. Ik vind op zich die gedachtegang van bijvoorbeeld zo'n Ralf Seuntjes, daar zit ik nou een beetje over na te denken. En dan zie je nou al die kop hier hangen. We kunnen daar ook wel eens even een wandeling door het museum maken. En misschien komt er wel wat boven te krijgen. Misschien wat inspiratie. Toch wel wat parallellen zien. Ja, maar dat is, je moet het, dat is ook het nut van het NAC museum. Dat je gewoon echt de geschiedenis goed in beeld brengt. En dat je ervan leert... om in de toekomst beter naar te kunnen handelen. Ja. Kijk, eigenlijk zou je een soort referendum moeten houden. Dat als iedereen vindt dat Van Hooijdonk zou moeten blijven, dan is er eigenlijk maar één makkelijke oplossing om hem hier te houden. En dat is om zijn vader technisch directeur te maken. En dan, Maar ja, daar zijn we natuurlijk ook niet blij mee. Nee. Ja, hoe vaak wil je zit niet houden natuurlijk. Kijk, en dat is natuurlijk, en dat bedoel ik net zoals met zo'n Seuntjes ook. Kijk, net zoals... Pierre is een man die een groot netwerk heeft. Ja, en veel invloed heeft op zijn zoon. En veel invloed heeft en verstand heeft van voetbal. Maar als technisch directeur zie ik hem totaal niet zitten. Nee, ik zou onder geen enkel beding Pierre van Hooijdonk als technisch directeur. Maar dat is wat ik zeg, al die competenties die je technisch directeur, manager tegenwoordig moet hebben, dat is echt een totaal pakket. Ja. Dat hebben we een paar jaar geleden ook gezegd. Pierre van Hooijdonk wordt altijd weer genoemd. Die weet dat volgens mij van zichzelf ook. Die functioneert volgens mij alleen maar op het moment dat hij nog een team om zich heen heeft. Om zo echt als technisch directeur te kunnen functioneren. En dat zal met de Ton Lokhoff ook hebben. Aan de andere kant, Pierre van Hooijdonk heeft wel zoiets van, die zoekt altijd het randje op. Ja. Dus die probeert wel verder te komen met de club. Ja. En dat vind ik wel heel prettig aan Pierre van Hooijdonk. Die heeft die wil wel vooruit, zeg maar. Ja, kijk. Die kunnen we dan ook naar een van onze sponsors sturen, hè? De kapper uit Zundert. Dat wordt dan wel als ik die tijd. Dus weer de wisseling van het jaar. Ik blijf er wel een beetje over bezig inderdaad, dat Ralf Seuntjes. Het is een interessante optie, hè? Ik vind het een heel interessante gedachte.
Ik vind op zich de gedachte oké, okay, maar ik denk dat er dan toch andere mensen zijn die het beter zouden kunnen. En misschien dat je dan, kijk, want je zou een pad in kunnen gaan, hè? Kijk, want Seuntjes die is voor mij nu 32, 33? Ja, zoiets. 31, bijna 32. Nou, hoe lang zou die nog willen voetballen? Een jaartje of twee, denk ik. Ja. Nou ja, laat hem dan 2 jaar nog, hè. Geef hem bij NAC nou eindelijk eens een keer een contract. Laat hem bij 2 jaar bij NAC voetballen. Haal Lokhoff als technisch directeur. Laat hem dan, hè, want je hoeft toch maar 4 keer in de week te trainen. Laat hem dan als een soort stage of als met Lokhoff meelopen. Ja. Hè, en dan zeggen, hè, TZT, dus over 1 jaar of 3, 4, want Lokhoff heeft ook helemaal geen zin om niet 10 jaar, 15 jaar technisch directeur te zijn. Nee, die wil dan lekker 2, 3 jaar doen de boel op poot te brengen. Is nou 61, hè, dus die... Ja, die moet nog een paar jaartjes. Ja. En met alle respect, ik vind Ton, zie ik ook niet tot zijn 72ste werken. Nee. Dus ik denk dat die over 1 jaar of 4, 5, dus iets heeft, ook veel prima, lekker in de beek vooruit. Ik zie je twijfelen, want het is wel een voetbalteam. Het is wel een voetbal, het is wel een nachtman, vind ik. Het is wel iemand die bij de club past, echt bij de club past. En ik denk dat hij er wel heel lang wil blijven doen. Ja. Maar zou hij dat dan als technisch directeur willen doen? Of zou hij bijvoorbeeld met een plan van, joh, jij wordt nu voor de komende 3, 4 jaar weer technisch directeur. Seuntjes die gaat eerst 2 jaar nog bij NAC voetballen. Misschien... Laat hem langzaamaan een beetje meegroeien. Ja. En over 4 jaar heb je wisseling van de wacht. Misschien dat hij over een aantal jaren het samen kunnen gaan doen. Ja, en dan krijg je of je zou zeggen, yes, Seuntjes wordt dan uiteindelijk technisch directeur. En Lokhoff wordt dan hoofd jeugdopleidingen. Of, hè, sorry Erik, maar we willen je baantje niet afpakken. Maar Lokhoff kan misschien op de achtergrond een bepaalde rol blijven spelen. Ja. Ja. Ik denk dat daar een hele goede persoon voor is. Ja, als ze maar niet weer terug gaan naar een technische hart waar eigenlijk niemand eindverantwoordelijk nee, is. Nee, dat klopt. Precies. Nee, ook, als het fout gaat, niemand kan aanwijzen. Nee, precies. Dat er ook, en dat hebben we met, daar blijft Pierre van Hoornik ook vaak onterecht achterna zitten, naar mijn inzicht. Dat hij was altijd het gezicht van het technisch hart, terwijl hij niet de enige was die beslissing had. Nee, dat klopt. En iedereen heeft meebesloten. Die heeft in die tijd gewoon keurig zo zijn mond achter blijven staan. Dat klopt. Ik geloof dat wel onder zijn naam die Karami hier naar is gekomen. Ja, nou bijvoorbeeld. En dat was nou niet de beste. Chief G. Die Soulay Kaikai bijvoorbeeld ja, ook. Soulay Kaikai. Er is toch ook iemand die daar zijn handtekening onder heeft gezet. Ja, zeker. Kijk, nee, maar kijk, weet je wat? En Hij pretendeerde een man te zijn. Kijk, dit was zijn kans om te laten zien dat hij eventueel de potentie had als technisch directeur van NAC. Hij heeft toen 4 spelers gehaald. Alle 4 waren ze bar slecht. Nou, behalve, daar wil ik wel even die Lundqvist. Die was namelijk wel goed. Ja, dat klopt. Dat was een goede voetballer. Maar dat was een man. Is een goede. Ja, die kwam ook uit Nederland. Natuurlijk bij Groningen volgens mij had hij al een tijdje gezeten. Of kwam hij nou van Groningen? Nee, die kwam van PSV. Jong PSV. Oh, Jong PSV. Oh ja, die. Hij zit nu bij Groningen. Hij zit nu bij Groningen. Maar je had dan die linksback, die Australië, hoort ook weer. Shane O'Neill? Nee, dat was Amerikaan. Nee. Die naam kon we 2 manieren uitspreken. Zo. Maar dat was ook niks. Ja, dat seizoen heb ik gewist. Kijk, heb ik echt gewist. Ik zit te denken, hoe heet die gast nou ook weer? Stond heel het seizoen achter te doen. Toen die Fransman gehad, die kwam ook van hem vandaan, toch? Oh, die... Met die mooie auto? Ja. Oh ja, die... Oh ja, Foupala. Foupala, daar stonden wij uit bij Almere, stonden wij naast die auto geparkeerd. Ja, 29. Ja. Kijk, en dat zijn natuurlijk... Kijk, en op het moment dat je dan pretendeert een heel groot... Nee, kijk... Was geen beste beurt, nee. Tuurlijk zijn er mensen die mee hebben getekend, hè. En die zijn mede verantwoordelijk. Maar ze kwamen wel uit zijn netwerk. Ja. En als jij dus zegt van ik wil technisch directeur worden, want dat was toen, hij was toen wel echt heel erg openlijk aan het solliciteren, ook dat hij bij NAC wou gaan werken. En je krijgt dan de kans om wat spelers aan te dragen. En iedereen heeft zoiets van, nou, als Pierre het zegt, dan... Maar als er vier personen waren die technisch hard vormden, hij was feitelijk de enige die überhaupt spelers aandroeg. Zeker. Droeg. Oh, maar ik kan ook transfermarkt.nl openen. De dat hebben ze feitelijk gedaan. Zo is dat wel een beetje gegaan. Ja, er zijn allemaal YouTube-spelers gekomen. Klopt. En kijk, hij was natuurlijk wel de enige uit dat technisch hart die zich zo prominent in de media zette als misschien wel de toekomstige nieuwe... En dat lag volgens mij ook, volgens mij was dat toen ook een 1-2'tje met Van Nijnatten. Die destijds natuurlijk nog bij het AD zat volgens mij, voordat hij chef sport bij de KNVB werd. Ja. Die kennen elkaar natuurlijk, dus dat werd toch redelijk, dat is natuurlijk zo'n kliekje, weet je wel. Ja. Dus dat weet je ook wel, misschien ligt het ook wel aan zijn mediavriend, dat hij wat meer in die rol gedreven werd dan dat hij eigenlijk zelf zou willen. Ja. Alleen, ja, ik vond het zo tegenvallen dat iemand die zich zo prominent als toekomstige directeur, technisch directeur van NAC ziet. En je komt met Nasser Chiefchi en met Foupola en ja, inderdaad, god, weet hij niet. Karami, hoe heet die linksback? Ja, daar komen we straks op. Kan die CC wel Kambo ook niet van hem vandaan? Zeg maar Kambo, nee. Dat was een Damczewski. Damczewski. Dat waren ook weer van die David. Karel Metz.
Ja, maar die was kleurenblind, daar kon hij niks aan doen. Ja, maar van Karel Metz kwam van een VHS-band. Ik vond Karel Metz nog niet eens een hele slechte voetballer. Rutjes. Hey, oh, ik word helemaal depressief van als ik dan die namen voorbij hoor. Laten we het vrolijk houden in deze laatste minuten van onze podcast van het laatste van het jaar. Ja. Want we hebben nog een aantal spelers waar we hopen toch afscheid van te nemen. Er staan een paar die op de nominatie staan. Ja. Roger Riera, Nacho Monsalve, Javier Noblegas, onze Spaanse verrassingen, Anouar Kali. Maar Hussein Dogan. Die staat volgens mij op 3 doelpunten of zo. Ja, weet je, dus heb je helemaal niks aan. Ja, wat ik de vorige keer al zei, tegen lagere clubs, hè, met alle respect, is Dogan kan best nuttig zijn. Ja. Als je tegen Cambuur, Go Ahead, De Graafschap, dan heb je als een speler helemaal niks. Nee. Nou, als je tegen Cambuur en De Graafschap niet eens gemist kan maken, dan heb je... ik ben er bang voor als we per ongeluk zouden promoveren. Ja. Ah, het probleem is dan moet je weer met 25 nieuwe spelers beginnen. Hè? Ja. Nou ja, ik weet natuurlijk wel, ik ken net zoals Riera, die heeft het echt en die zou ik eigenlijk houden. Dat is eigenlijk Monsalve en Noblegas zijn altijd geblesseerd. Maar om Riera nou te wisselen, op de bank te zetten, daarmee helpt die jongen ook niet mee. Nee, zeker niet. Precies wat ze eigenlijk willen. Terwijl ik eigenlijk niet denk van, die gaat niet heel rare dingen forceren. Maar die zit wel met Barcelona in zijn kop. Hè. Sinds dan Barcelona alles gaan roeren. Dat is wel heel met elkaar te maken. Gaan vallen. Ik zie wel parallellen. Ja, dat klopt. Kijk, en Dogan, dat is gewoon geen speler voor NAC. Nee. Dat is, uiteindelijk is dat gewoon een mismatch geweest. Ja, nou, ik vind persoonlijk dat je Kali nog gewoon een jaar in de horeca bij NAC moet laten werken. Zonder onbezolderd. Ik zag op de stoeltjes nog wat duivenstront liggen. Ja, kom op man. Ja, ik word altijd ook kwaad als die vent zie. Ik krijg er heel veel negatieve energie van. Als ik die naam zie. Dat er afscheid genomen wordt. Kijk, die Spaanse slopers zijn natuurlijk altijd hartstikke goed. Alleen als een verdediger van de 34 wedstrijden die je moet spelen, de 25 langs de kant. Monsalve, is hij dan fit of? Nee, die is weer geblesseerd. Oh, jongens. Nou, Ze hebben nobele gas. Ja, maar Monsalve is ook heel lang geblesseerd. Ja. Ze zijn allebei zowel Nacho. Ja, ze trainen individueel. Nobele gas ook. Ze trainen samen met Monsalve deze week individueel door. Als zij alle drie 34 wedstrijden in het seizoen fit waren geweest, of voor mij 25 of 30, dan hadden ze ook niet eens op de nominatie gestaan om te vertrekken. Nee. Weet ik zeker. Want dan kun je ze nu dan eens een keer wisselen met Rusler. Ja. Die het overigens ongelooflijk goed doet. Ik ben zo fan. Ja, die doet heel erg. Maar even. En die maakt foutjes af en toe, maar ik blijf. Dat is bijvoorbeeld de jongen van breek zijn contract even open en geef hem er even 1 of 2 jaar erbij. Maar heeft die jongen nog meer vertrouwen als dat hij al heeft? Ja. Dan echt een gouden aan. Maar stel dat een van deze spelers vertrekken, hè? Ja. Wie gaan we dan halen? Want die moeten dus vertrekken om überhaupt iets nieuws te kunnen gaan halen. Want dat is al uitgesproken inderdaad. Dat is nodig. Maar wat gaan we binnenhalen? Die Maria? Die al eeuwig staat nog in de wachtkamer. Ze willen in ieder geval een diepe nummer 10 met scorend vermogen. Ja. Dat was al. En ze wilden nog op een backpositie versterken. Kijk, op het moment dat jij Monsalve, Noblegas, Massart allemaal wegdoet en Riera... Dan kom je dus zowel als links centraal als linksback kom je gewoon mensen tekort. Ja. Ja. Hè, dus kijk, en die Adelouiwi. Nou, dat is ook dat staat wel. Die kun je niet eens als 100% speler meetellen. Nee. En er zit er maar van spek in molen. Ja, en dat vind ik persoonlijk wel de grootste flop van. Het was een gokje, hè? Kijk, dat bedoel ik dus met gokken. Nou, dus dadelijk gegokt en verloren. Nou ja, maar misschien kunnen we voor dan afspreken dat als mensen gokken met dit soort dingen, dat dan, als het niet werkt, dat het dan van hun salaris afgaat. Ja. Hè, want dan worden dat soort gokjes in één keer niet meer genomen. Ik bedoel, Louis, die kent nog niet eens 2 keer de ballen gaan lopen. En gokken doe je in principe niet met mensen, hè? Nee. Gokken doe je niet meer dan andermans geld. Nee. Maar dat is dus wel het gevaar weer, hè. Dit soort gokjes. Wie is erop af te rekenen? De trainer. Ja, weet je wel, Stijn. Dat is het TD. Ja. He, ze hebben zogenaamd een technisch hart, maar dit zijn wel de gokjes die deze constructie van TD, trainer, noem maar op, maakt het wel deze situatie mogelijk dat dit soort gokjes worden gewaagd. Want welke van de raad van commissarissen doen hem erop afrekenen, dat gebeurt ook pas elk jaar of zo, 1 keer per jaar of zo. En ondertussen kan er zoveel schade worden aangericht. Ja, want je zult dan minimaal 2 mensen voor je centrum moeten halen, want je gaat er gewoon 2-3 wegsnijden. Ja. Ja. Je zult voor je linksbeek 2 nieuwe mensen moeten halen, want daar heb je dan helemaal niemand meer als je Massa het ook laat gaan. Ja. Rutte, maar dat is eigenlijk geen linksbeek, hè? Ik vind eigenlijk, als je Schouten en Rutte als rechtsbeek hebt staan, Wout Nelen is nu niet klaar voor het grote werk. Nee. Die moet je wel langzaam... Vind ik wel tegenvallen. Ja.
Daar had ik eigenlijk wel wat meer van verwacht al van Wout Schenele. Comeback verwacht, ja. Dus ja, dat die naam, viel me ook op, die naam werd helemaal niet genoemd. Nee. Die kwam helemaal niet voor in het lijstje. Nee. En toch was hij fit. Ja. Op het moment, kijk, met alle respect, Mossart, die zit er al een tijdje bij de selectie. Maar je hebt nou toch die Darwin Heuvelman Heuvelman. Ja, die vond ik wel een aardig indruk maken. Veel meer vertrouwen dan alles. Ja. Dus en dat vind ik dan weer het rare. Ook aan Stijn Brom worden dat soort jongens. Ja. Waarvan iedereen, zeg maar, wij hebben echt het voetbalverstand van een olifant. Maar zelfs wij zien dat dit een potentiële hele goede voetballer kan worden van NAC. Haal hem dan bij de selectie. En ga dan niet meer lopen klooien met zo'n jongen. We hadden er nog eentje, hè, bij de jeugd. Als je het bladje omslaat. Die jongen. Die ook van... Ook in de spits staat bij Jong NAC. Oh ja, ja. Oh, met die moeilijke naam. Ja, met die moeilijke naam. Hoe werd je ook weer? Ja. Ik had gehoopt dat ik hem op het blaadje zag staan. Heb ik eruit gehad op het draaiboek. Ja, ik weet wie je bedoelt. We hebben het er zo vaak over gehad. Ja. Een hele bewegelijke jongen. Ja. De verdediging is goed bezig. Ja. Daarom denk ik, kijk, iedereen heeft nou van Hooijdonk weer. En dat is natuurlijk typisch dus NAC, hè. Dat op het moment dat hij mag blijven en hij scoort twee keer, die kan er geen kut van. Op het moment dat hij twee keer scoort en hij moet weg, dan moet iedereen blijven en dan moeten we Stokkers terughalen. En dan moeten we. Dan moet die Rai Vloed weer terughalen. En dan moeten we dit. Ja, daar krijgen we geld van. Dus als je soms die reacties soms ziet. Maar ik denk dat met alle respect dat die jongen die er nu in de jeugd aankomt, die heeft net zoveel scorevermogen als van Hooijdonk. Maar ja. Ja, wat ga je dan doen? Ik moet zeggen, ik vind dat iedereen ook wel heel hard over me heen valt. Ik ben ook geen fan van de jongen. Nee, maar ik vind het appels en peren. Hè? Fermina. Fermina, zo. Ja. Ja. Hey. Ik moest ver uit mijn telefoon komen. Ja. Ik zoek dan even op hoe die Australiër, die linksback heette. Oh jee. Was dat iets met een B? Och, jezus. Ik wil het niet weten. Oh. Nee, daar word ik heel depressief van. Nee, dat ga ik niet doen. En dan zie je al die namen voorbij komen. Rosheuvel en zo. Ja, en Kastenier. Kastenier. Ja. Even te denken, hoe heet die gozer nou? Ja, met een B. Iets met een B. Vroeg, ik vind het wel grappig, ja. Had hij dan ook echt een Australische achternaam of niet? Nee. Nee. Oh, ik ben blij dat ik die naam vergeten ben, zeg. Hij is dan later naar Twente gegaan of zo? Of is hij naar Twente? Nee, geen idee wat hij voetbalt. Ik durf het niet te zeggen. Ik durf het ook niet te zeggen. Ik weet het niet, hè? Oké, zullen jullie even dat onderwerp even aansnijden? Ja. Dan ga ik even kijken. Ja, je moet het blijft weer zo. Ik weet wel dat hij niet kon voetballen. Wacht, als we dat filter kan niet kunnen voetballen, krijg je alleen maar nog geen eind verder. Ja. Nou, kijk, en daarom zie je, en dat vind ik wat je aan het begin zei, en daar ben ik het echt wel met je eens, Marcel, is dat het gat tussen de jeugdopleiding. En kijk, als je bijvoorbeeld, moet je niet vergelijken met andere jeugdopleidingen, maar ik heb het idee dat net zo bijvoorbeeld bij Ajax, hè, dat is natuurlijk een hele andere categorie spelers, dat begrijp ik niet verkeerd. Maar die brengen een jeugdspeler in en die kunnen redelijk makkelijk aanhaken. Niet alleen Ajax, maar kijk eens aan Cambuur of een De Graafschap. Daar heb ik het gevoel, dat beter aansluit op elkaar. Ik heb misschien ook wel het idee dat de jeugdspelers bij NAC, omdat NAC natuurlijk heel lang geen goede jeugdopleiding heeft gehad. Ja, dat is waar. Dat alle producten die nu van de NAC jeugdopleiding komen, A, onder een enorm vergrootglas zitten en B, ook nog eens door de NAC-organisatie gepoest worden als een... Kijk, zie je? We zijn goed bezig. Ja. Want wij leveren nu een Mazart af. Ja, maar sorry. De NAC-jeugd wijst steeds naar Jan-Paul van Hekken. Maar die komt eigenlijk helemaal niet uit de NAC-jeugd. Nee, die komt uit de Zeeland van de voetbalschool. Ja. Kijk, Azegari is natuurlijk wel echt een NAC-jeugd-jongen. Ja. Maar ja, ik kijk net zoals Van Hooijdonk ook niet. Hey, ik bedoel, ik kun je zeggen, dat is een echte nakker, maar dat is, ja, met alle respect. Dat komt meer door zijn vader, denk ik. Ja, ik weet dat mensen mij dat kwalijk nemen als ik dat zeg, maar die jongen speelt pas effectief 3-4 jaar bij NAC. Ja. Weet je, dat is voor mij 2018 is hij pas bij NAC gekomen, of 2017, 2018. Ja, sorry, maar dan ben je nog, dat is leuk dat je vader bij NAC heeft gevoetbald, maar je speelt effectief pas 3 jaar bij NAC. Daarvan ben je al 2 jaar lang aan het zeiken dat je in de basis moet staan. En daardoor heb je al 3 keer gedreigd dat je weg zou gaan. Ja. Ja, waarom? En hij heeft er nog geen vrije trap ingeschoten, hè? Nee, ook niet. Maar met alle respect, je maakt ook 9 doelpuntjes. En dat zei ik aan het begin ook al tegen jong Ajax, tegen jong AZ, dat soort... Je staat op de goede plek. Maar ik vind het wel... Het verbaast me ook weer hoe mensen van Hooijdonk omhoog schrijven. Vorig jaar tegen Volendam bijvoorbeeld maakte hij een doelpuntje. Ja, en daarvoor was iedereen hem continu aan het uitfluiten en aan het uitschelden en had allemaal maniertjes. Voetballers wachten uit te veel van hem. Ja. Maar de bal op de goal schieten in de 16, dat kan hij als het beste. Volgens mij. Ja. Ik denk dat hij hem daarop moet afrekenen. Dat kan hij best aardig, ja. Ja, zeker. Nee, maar dat is 100%. Hij heeft echt een neusje voor de goal. Alleen, hij moet ook snappen dat je dat niet altijd kan. En dat is ook, hè. Kijk, op het moment dat jij tegen Cambuur voetbalt,
Kun je ja, maar dan, niet, ja, dan moet kun je met zin niet beginnen, maar dat heeft totaal geen zin, hè? Gersberg. 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 Ja, ja, ja. Gersberg. Ja, ik heb 5 minuten uit beeld, maar ja, ik heb hem ook gevonden. Ja. Kijk, Alex Gersberg. Dat was toch een voetballer, zeg? Ja, dat was maar. Ik kon ook nog niks. We hebben we toch weer een andere. Waar is hij toen naartoe? Was ook een houthakker in eerste klas. Hij is volgens mij terug naar IJsland. Hij was toen gehuurd. Was toen in Australië? Van Rosenborg en Lans, daar was hij, daar waren allemaal wisseltrucjes mee. Maar hij zit nu bij Aarhus. Aarhus? Aarhus. Kijk, de oude club van Donny Gorter is dat, hè? Oh, ja, die zit er tussen. Donny. Och man. Hey, maar ik zit toch eens even kijken naar de klok, want zometeen gaan de oliebollen op tafel. Het is volgens mij al bijna 12:00. We zijn even bezig. Ja. Het is net oudejaarsavond. Zometeen is Wij zitten hier natuurlijk in het NAC-museum. Ja. Wat we altijd doen, denk ik, aan het einde van het jaar, is ook even kijken van wie we allemaal afscheid hebben moeten nemen. Ja. Ongewild. Jacques Vissers. Ja. Dat is een van de kopstukken, denk ik, van het NAC-museum. Voetbaltechnisch zien wel, ja. Zo. En dat was in... die heeft volgens mij zo'n beetje alle functies die binnen NAC mogelijk zijn bekleed. Sowieso tussen 1955 en 1971 voetballen voor een club, hè? Ja. Ja. Dat zie je tegenwoordig niet meer. Is toch ongelooflijk. Dat zijn maar mensen die en 317 wedstrijden gespeeld, 108 keer scoren. Ja, dan ben je echt een bang. Ja. En wij zijn natuurlijk op die uitvaart geweest toen. Ja. En dat was heel erg indrukwekkend voor mij. Ja. Het is natuurlijk ook altijd wel een man die eigenlijk nooit vanuit de benak werd hij ook wel op handen gedragen, maar eigenlijk nooit echt op waarde geschat is zoals hij misschien op waarde geschat had moeten worden. Dat komt omdat, met alle respect, de jeugdvertegenwoordiger wist niet wie Jacques Vissers was. Nee. Jacques Vissers was ook wel te bescheiden. Had zich meer credits mogen toe-eigenen. Ja, maar was een beetje maar dat van aan de andere kant zie je hem dat ook wel. Ja, precies. Maar misschien dat past ik wel met NAC. Hij is 79 jaar geworden. We hebben blij dat we het NAC Museum is daar de aanstichter van de NAC Legend of the Match. Die geweldige wedstrijd tegen Zwolle. Moeten we dit doen? God. Het was dus een spek en bonen wedstrijd op het eind van het seizoen. Ja. Waar helaas niet heel veel mensen op afkwamen. Een denderende 0-0. Ja. Maar toch hebben we daar Jacques Vissers daar in het zonnetje kunnen zetten. Ja, en enorm veel plezier. En daar heeft hij heel veel plezier aan gehad. Hij heeft daar liet hij trots als een pauw rond. Ja. En ook voor zijn familie was dat wel heel belangrijk. Ja, dat klopt. We hebben inderdaad het spandoek wat toen destijds gemaakt is. Bij zijn uitvaart hebben we nog een nieuwe gemaakt. Dit is nog ook in het stadion opgehangen. Dus ook bij de uitvaart, dat het werkelijk uitvaart, is dat ook nog een keer opgehangen. Dat was wel een heel speciaal moment. Ja, een van de mooiere doeken die je ooit gemaakt hebt. Dat is wel, ja, we hebben daar heel veel mensen blij mee kunnen maken in ieder geval. Het is goed dat we dat soort dingen blijven vereeuwen. Daar is ook het NAC-museum voor. Dat Jacques niet alleen in de herinneringen blijft, maar meneer Vissers noemde ik hem altijd. Ja. Ik heb een keer een stropdas van hem gehad, daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Goed bewaren. Mooi, goed bewaren. Maar dat het ook vereeuwigd blijft ook in het NAC-museum. Hebben we trouwens ook een plekje voor Frans Derks in het NAC-museum? Hij heeft natuurlijk wel een plekje in de geschiedenis. Ja, absoluut. Wat mij betreft een heel belangrijke rol gespeeld bij NAC. Ja. Met name over het voorbestaan van de club. Het vingertje van Derks. Niet alleen het vingertje van Derks. Hier de belastingdienst doet. Overigens is hij nooit voorzitter geweest, zoals vele mensen denken. Gewoon bestuurslid. Ja. En hij heeft er mede voor gezorgd, want er waren toen meerdere mensen dat de NAC overeind gebleven. Hij is bij NAC erin gekomen in de zogenaamde saneringscommissie. Ja, saneringscommissie. En daarna is hij wel bestuurslid geweest. Maar heel kort, want dat bestuur van NAC wilde weer gelijk geld gaan uitgeven. En hij had zoiets van, hou even de voet op de rem en ook de hand op de knip. En ga eerst even voorbestaan en doe even verder niks. Hij zag het daar weer fout gaan, zeg maar. Hij zag het daar weer fout gaan. Kun je eerst iets vertellen over dit? Want voor mij ben je er zelfs nog bij aanwezig geweest, of in ieder geval bij betrokken. Jij was in ieder geval al in leven bij de veiling. Bij die veiling, maar daar weet ik zelf weinig meer van. Maar die veiling was er in het NAC-paviljoen, dus het oude clubhuis van NAC. En de opbrengst zou worden gebruikt om de schulden van NAC af te betalen. En in het publiek zaten een aantal mensen van de Belastingdienst. Die de prijs deden opdrijven. Ja. En dan had Frans Derks op een gegeven moment in de gaten.
Ja, dan moet je bij Frans natuurlijk niet doen. Dus ja, die zei er even wat van. In zijn strak leren broek. Ja. Accent, het interesseert me. Ja, Frans Eriksen is echt een fantastische man geweest. Ja. Prima me teruggetrokken bij een klein huisje bij het Masbos daar zo. Ja, en ik herinner me nog de receptie, 100 jaar NAC, de receptie. Waar veel oud-spelers en bestuursleden kwamen. Ja. Daar kwam ook Frans Eriksen binnen. En Frans die vroeg aan ons, was in de cordial, stonden we daar in die hal. En dan had hij zich aangemeld en dan vroeg hij, waar moeten we naar binnen? En toen zei ik van, Frans, we moeten achter de gordijnen naar binnen. Aha, bij de hoeren, dan moet je toch achter de gordijnen. Ja, schitterend. Die zei gewoon wat er op zijn tong lag. Ja, dat is typisch van Zerks. Ja. Je had altijd, als je hem zag, altijd maakte hij aan het lachen en grapjes maken. En dat was een fantastische man. Moest je altijd in de buurt blijven staan. En er gebeurde ook altijd wat als hij was. Hè? Dus, ja. Ja, toen de documentaire gaat bij de NOS. Hij was een mini-documentaire over Frank Teese. En dan ging hij onder andere over, want hij heeft in zijn hele carrière voor maar 17 gele kaarten gegeven. En vroeger, hebben we hem ook al, ja, die paste niet in zijn broekje. Ja. Ja. Ja, die had natuurlijk zo'n kort broekje aan, dat ja, zo'n gele kaart, mensen die het alleen maar op tv zien, die denken misschien dat zo'n klein kaartje is. Maar zo'n gele kaart, dat is best een joekel van een ding. Dat knelde precies net zijn speedo af. Dus die had daarom gaf hij eigenlijk nog goed naar het kaarten. Oh. Ja, schitterend. Ja, schitterende man. Maar over kaarten gesproken, dat was een scheidsrechter, die had geen gele kaarten nodig om de wedstrijd te leiden. Hij was van nature al dominant genoeg. Ja. Ja, dat zijn wel dingen die je nu ook wel mist hoor. Dat, absoluut. Die nog de characters durven te zijn. Ja. En die wacht zijn van allerlei reeks die ze de KNVB krijgen ingestopt. Ja. Of toegespeeld. Ik ben persoonlijk... Er is hem dadelijk wel veel misgunt. Volgens mij ook heel internationaal. Ja. Artiesten carrière. Had veel meer kunnen betekenen waarschijnlijk. Of niet kunnen bereiken. Bereiken carrière technisch. Als hij gewoon inderdaad met de... Hij heeft gekozen om zichzelf te blijven. Precies. En dat is zoveel meer waard. Maar dat maakt hem ook heel mooi. Ja, we hebben gelukkig nog een mooi spandoek voor hem kunnen maken voor de uitvaart. En dat was de bedoeling ook heel spijtig. Zwart-wit tegen Oud-Nak, hè? Dat zou altijd morgen. Op nieuwjaarsdag, 1 januari. 1 januari, ja. We kunnen vanuit gaan dat dat morgen niet doorgaat. Dan zou het spandoek ook worden opgehangen. Dat zou, Frans Derks was daar altijd jaarlijks, sinds jaar en dag, sinds dat die wedstrijd bestaat, deed hij die wedstrijd fluiten. Dat heeft hij vorig jaar nog gedaan. Hè? Ja, vorig jaar nog rondgelopen. We hebben nog steeds een reclame van het NAC-museum. Ja. Ja, mannetje, gaan we nog heel even pop contraien. Een rondje maken. Ja, gaan we zo alles goed in je opnemen. Ja. Ja. Dan gaan we zo dan over horen. Als je het fout hebt, betaal je papa's bier van. Wat dan voor je traktement af. Dit is echt een NAC-opleiding. Ja. Ja, zo hoort het. Ja, maar morgen geen zwart-wit tegen Oud-Nak. Nee. Dus dan moeten we het zonder doen. We gaan dit jaar wel proberen enigszins met een vrolijke klank uit te luiden. En dat gaat altijd met een paar borreltjes en een bubbeltjes. Lekker, lekker, lekker. Zal ik de glazen maar van neerzetten? Ben je goed met dat soort flessen? Want ik hoop het. Dat mis. Ja, pas op hier, hè. Die lampen zijn duur, hè. Anders moeten we weer gaan collecteren. Ja, pas op, hè. Want... Ik ga ook niet schieten dan. Nee, doe maar niet. Of buiten. Maar niet hier. Oh, ja. Oh, wacht even. Dat doen we ook een andere keer. Ah, die heeft er ervaring mee, dat zie ik al. Dit gaat wel goed. Dit gaat wel goed. Dat heb die vaak gedaan. Nee, dat weet wel wat. En voor de kijkers thuis, je moet de fles draaien en nooit de dop, hè? Oh ja. Oh, ja, jij zegt het. Zo. Niks kapot. Hoppa. Dit was een fijne knal. Dit is wel... Petit bubbel. Ja, dank u. Ja, even voorbeschouwend op het komende jaar, 2021. 2020 moeten we maar gewoon nooit meer over praten, denk ik, in alle facetten. En wel lekker zoet. Dat geeft niet. Ik ben meer van een brugje. Dat de vulling uit je tanden springt. Het bruist wel goed. Jongens, proost. Proost, op het nieuwe jaar. Op het nieuwe jaar. En nog veel gezondheid. Skol. Skol. Inderdaad zoet, ja. Nemen. Dat is net niet mijn naam. Zo. Is in januari de tandarts open? Ja.